Wat wacht? Wat ik even wil opmerken, want ik zit hier dan de hele tijd naar het schermpje te staren. Ja, ja, vul je naam nu maar in, zodat we kunnen beginnen dus die, met... Die is al ingevuld. Ja, hebben we gedaan. Die is ingevuld. Vul je naam nu maar in. Ja, hij is al ingevuld, gast. Laat je me in mijn ding zeggen, laat je me mijn geintje maken, Miel, of niet? Dit hele spel heet een Mielmonteur, recht door zee, bouw boten met die gozer. Een gezonken schip zie ik daar. Dus ik weet niet of ik met hem een boot wil bouwen of die zee op wil gaan. Ja, ik vertrouw die gozer niet meer. Komt iemand schroot, kom je echt dat dingetje op de boot. Maar ik weet niet eens hoe ik het moet starten. Moet ik op hem klikken? Ja, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Boom. Hoop ik is wel opgeslagen. Ja, het was toch... Onze naam was er nog. Onze naam is er nog. Maar, je weet het nooit, het kan zomaar niet opgeslagen zijn. Het duurt akelig lang. Ja, ik begin een beetje aan. Oh. Eens bouwde ik een oude. Wacht, dit is wel begin, toch? Oude spullen en prullen. Misschien is het normaal. Dat ik tot aan het einde van de weg wilde rijden. Misschien is het normaal. Ik wilde zien wat daar was. Denk je op Google Maps, gast? Waar de weg eindigde, vond ik de zee. Wat zou er aan de andere kant van de horizon kunnen zijn, vroeg ik me af. Maar op zee kun je niet met een auto rijden. Ik heb van die hovercrafts, dan kan je een soort auto-achtig ding wel, dus hoor. Dus bouwde ik enkele stevige boomstammen om tot een vlot. Maar op zee kwamen er hoge golven. Er zijn helemaal geen golven, maar werkelijk geen golven op het plaatje ook. Hoezo mag ik hier maar 75 characters intypen opeens? Holde ik een oude boomstam uit. Als blijf je slap lullen, gast. Dat werd dat is tegen jou persoonlijk. Maar die bleek ook niet opgewassen tegen de golven. Gast. Voor ik doe dit voor de weten, hoor, voor de chat. Dan kunnen zij snappen, zij Emiel een beetje. Anders snappen ze het gewoon niet meer. Je moet straks te kijken. Wat zijn we nou aan het doen, gast? Wat zijn we nou aan het doen? Bij de Intertoys heb je werkelijk voor een paar tientjes heb je gewoon een opblaasbootje ook. Ja. Hij heeft er een. Had een boot. Deze ziet er stabiel na uit. Na een lange en zware roeitocht voeren we een baai binnen en kwamen aan een scheepswerf. Oké, ja. De eigenares van de werf heette Christina Columbus. Zij had net een boot afgewerkt waarmee ze ziet eruit alsof die totaal niet gestoord is, inderdaad. Christina vroeg zich af... Het is wel een mooie boot. En Rivka op de werf zouden willen passen tijdens haar afwezigheid. En dat wilden we wel. Het is niet eens onze eigen werf ook. We zitten gewoon op iemand anders werf te passen. Ik dacht, die gozer, het is een hele ding boot te bouwen. Deze piept direct, omdat het zo leuk is. Oh, dit was zo leuk, mijn boot bouwen. Ik piep hem, wil jij voor eeuwig op mijn werf passen, ja. Alsjeblieft. Oh, kijk, dit is onze boot. Was dit onze laatste boot? Zo maak je iets nieuws met een leuk snorretje erbij. Ik heb ook niks meer aan het doen, heb ik dan. Nee, we gaan wel met de opperboot beginnen, jongen. We gaan met de opperboot beginnen. Om een kiel te kiezen. Een kiel. Hier kies je welk type... Een kleine tip. Als je het type van je boot wilt wijzigen, zul je al de onderdelen er opnieuw moeten opzetten. Maar dat is toch geen probleem over. Ik ben zeeziek. We zijn er niet eens op zee, gast. We zijn er niet eens op zee. Welke kiel wil je erbij, Peter? Welke kiel? Hoe weet je wat een goede kiel is? Ja, zie je hier eraan of die goed is. Of dit een goede kiel is of niet. Dat is op zo'n vraagtekentje. Okay. Want wat is ons doel? Een type kiel verhindert dat de boot wegdrijft. Maar er zit geen ballast in. Dus dan zal ze erg gaan overhellen als je de zeilen hebt. Overhellen? Ze zal ook maar langzaam kunnen draaien. Langzaam? Maar ze houdt wel goed haar koers op grote wateroppervlakte. Dat klinkt niet goed. Wat denk je van deze? Deze kiel bevat zeer veel lood onderaan. Dus de boot kan het aan om ook in zwaar weer te zeilen. Maar ze draait wel zeer langzaam, aangezien de kiel zo lang is. Ik weet ook niet wat het is, maar ik heb opeens respect voor die Egbert Live. Ja, echt hè? Ik had nooit respect voor die man en ik zie nu in de chat en van nou, dat is er eentje. Nou, dat gaat heel ver. Hier ligt de ballast helemaal onderaan in de kiel. Het moet wel erg hij zegt kiel echt heel erg ontzettend leuk, moet ik even zeggen. Snel is ze ook, want ze heeft weinig weerstand in het water. Ja, weinig weerstand. Is een snelle boot gaan we ervoor? Kan je omkieperen wel, als we echt de zee opgaan. Ja, maar het is een mooie kiel. Hij gaat heel snel. Het is gewoon prima. Hoppatee, is goed. Maak die hap. Kijk. Wat kijk, een kiel! Wat een kiel, jongens. Kijk die kiel. Kijk die kiel. Hoppa, knal me in het water, joh. Tikkidee. Heerlijk dit, joh. Maar we gaan hem wel even bekleden, toch? Of niet? Ja, tuurlijk. We gaan hem even een mooi spul opknallen. Dat draaidingetje daarboven duidt aan hoeveel wind er staat.
Oh, dat draaidingetje. Oh, kan je dat draaidingetje erboven zien? Oh, hij kent het woord kiel, maar dat, kiel, wat dat is... moeilijke woorden en alles. Sorry dat ik dit zeg, team. Maar je ruikt gewoon niet als je zo op lekker. De kade klikt, douchen, dan kom je... Als hij nat wordt, dan gaat hij nog meer stinken. Ik weet niet wat het is met hem. Oké, als je iets moois ziet... En chat, als je iets moois ziet, laat alsjeblieft weten. Want dan ga je eerst even in die kast kijken... en dan gaan we even kijken wat we hebben allemaal. En soms komt er een vrouw en die dumpt gewoon het nieuwe troep in onze tuin. En dan kunnen we dat ook weer gebruiken. Leg het op de kade. Maar dat is gewoon op de grond. Echt een hoppermachine. Dat is echt een mooie bak, ja. Dat is ook zo'n draaidingetje, zie je dat? Een draaidingetje. Met een draaidingetje aan. Dat zag Miel wel. Wat is dit? Kan je onder water? Dat is echt zo'n onderwater oogding. Ja, dat wil ik. Als je op de kade wilt leggen, laat ze dan los door de opening in de schutting. Als je iets op de grond in het magazijn wilt leggen, laat de spullen dan hier los. Ja, gast, we hebben dit spel al een tijdje gespeeld. Hij neemt ons echt niet serieus, joh. Even kijken. Ja, iemand wilde wel die handschoen. Een handschoen? Er staat helemaal geen handschoen bij. Waar is die een handschoen? Kijk, die bewegende daar op je scherm. Daar, nu zit hij onder die 1. En nu gaat hij... Ja, pak hem! Nou, kult die man. Veel figuurtje mee. Nou, je moet je zelf een beetje vermaken met dit soort spelletjes. Oké, we kunnen er een zeilbootje van maken. Hebben we de paddenstoel al gezien? Want mensen worden helemaal gek met de paddenstoel. Waar is hier een paddenstoel? Er is helemaal geen paddenstoel bij, gek. Kijk op, op die schroothoop hier naast de kast, denk ik. Kijk, hey, hop, erop uit. Ga niet nu al beginnen, gast. Oké, de paddenstoel voor jullie. Vinden jullie prachtig? Knel die erop. Ik zie zeewater. Je weet wat dat betekent. We zitten nog niet eens op zee, gast. We zijn net begonnen. Telt niet. Is dat een tank? Dit is een tank, ja. Maar ik denk een grotere tank dan dit. Want die ene vrouw... Die hè, Peter, wat? Die vrouw... Ja? Die wil dat we een tank op ons boot hebben. Eén van de vrouwen. Dus ik wil wel een tank. Is dat een tank? Nee, het is geen tank. Het is een benzinetank. Ja, maar waarom, hoe weten we wat we wel nodig hebben daar? Een tank. Je weet toch wat een tank is? Dat is een tank! Ja, het is een benzinetank. Maar als je er water in doet, is het een watertank. Nee, toch? Dan is dat nog steeds een benzinetank. Oké, okay, dus wat jij gaat doen... Is het neusie... Ergens opplakken en dan is het opeens een boeg. Of hoe noem je dat? Zo'n boeg? Half natte of nakte vrouw. Ja, nee. Laat maar, Timon. Ik heb geen goed voorbeeld. Maar je zit allemaal schroot op je boot te plakken. En dat is wel allemaal waar je het voor bedoelt. Ja. Maar als ik vraag, kun je een tank voor water gebruiken? Als nee, dan kan dat niet. Als ik een brilletje op mijn snor op mijn boot. Een brilletje op je snor? Nou, dat vind ik niet leuk. Nou, ik heb je nu wel te pakken. En ik was heel snel. Ik ga niet meer te pakken. En dan ga ik die tank er ook op knallen ook. Dan heb je gewoon gewonnen, Peter. Dat is gewoon 1-0 voor jou. Een boegbeeld bedoel ik, ja. Als je die snor als bochtbeeld doet, is het toch geteld het bochtbeeld? Oh nee, die heb jij gewonnen. Oké, wat een gekkigheid zit er allemaal op. Dit is allemaal troep. Heb je een paleis erop? Zo, jeetje! Dat bevalt me prima! Deze hut kreeg ik van Lawrence of Arabia. Geloof je me niet? Schrijf je username. Ik speel zeg maar geen... It's prime time. Die peddels moeten we hebben, anders gaat die... We zijn op een boot, het gaat niet werken met peddels. Oh, dat kan er niet inderdaad. Ik weet dat het Miel gespierd is en alles, maar ik weet niet of je dat vooruit kan krijgen. Dit is een goede tank. Is dat een echte tank dan? Nee, het is een benzinetank, Peter. Hoe weet je het verschil? Want allebei je ziet toch die slurfies en alles? Het is een benzinetank, gast. Ik zie hier een doppie, ja, het is een benzinetank. Dat soort dingen weet ik niet, hè. Oké, even kijken. Is dit alles? Oké, we willen in ieder geval dit ding erop. Achterin. Ja, dit is nog kies. Dit is nog moeilijk. Je komt op 4 plekken, kan je dat ding zetten. Laat de chat daar maar over nadenken. Kunnen wij het volgende ding erin pompen? Die tank sowieso. Oké, die tank moet erin. Oh, in de bun noem je dat. Kan het? Oké, dan hebben we de machine. Ik kan zelf en dan kwam we weer weg. Totdat je de hele tijd alles gaat vragen aan me. Oké, we hebben dit rode dingetje. Wat is het? Ja, het is zo'n rood dingetje. Zie je het? Het ziet eruit als een limiter. Draaien en controle, keren, maar. Denken en doen. Zomaar iets nieuws met alles. Ja, spullen. Dat staat op zich best wel mooi, zo moet ik zeggen. De Donald Duck willen ze erop. Dat ja, eentje goed. Voorop. Hey. Hoppa. Ja, ja. Even kijken. Een touwtje? Nee, dat vind ik niks. Met dit onderdeel kun je nu niets aanvangen, hey. Vrees ik. Een stoel? Ja, je moet erover kunnen zitten. We hebben ook sowieso een stuur nodig. We hebben een stuur nodig. Zullen we het ding er ook even op hangen? De chat zegt al, de boot zinkt, vriend. De boot gaat nooit zinken, gast. Wat weet jij nou van boten? Nee, dat is een flinke boot, hoor. Dit ding ziet er nog niet echt goed uit. Hou je...
Mond gewoon een keer, gast. Hebben we nou schelden tegen die gozer? Ja, maar die gozer, ik ben nog niet eens klaar en dat ziet hij toch duidelijk. Oh, dit vind ik niet mooi. Oké, doe het lekker zelf dan. Waarom vraag je me hulp als je me niet vertrouwt? Ik heb een visie en ik heb het gevoel dat er nog iets bij moet. Ja, een touwtje. Een snoertje. Oh, wat is dit? Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is, maar ik wil het graag ergens opplakken. Denken en doen. Zo maak je iets nieuws met oude spullen. Ja, hier. Ja, dat kan daar. Hiermee kun je nu dit onderdeel past nu hij helaas zegt het nergens. Deze. Kun je die ergens doen? Dit kan ergens, zegt hij. Even kijken, wat moet dit? Op het... deze boot. Ik denk dat we de tentoonstelling kunnen. Ik oh, touwtje erop! Hoppa! We hebben echt zoveel dingen erop, je moet joh. Een stuur er ook nog. Alleen een stuur oh, die banken die uit de kerk gestolen zijn, die zijn goed. Ja, wil je er ook op? Ik weet niet of die nog al past, in plaats hoor. Van het stoeltje. Oh, dat t-shirtje is ook goed. Het is veel mooi spul. Denken en doen. Wat zo dit? Maak je iets nieuws met neem oude spullen. Kijk, hier lag een stuur. Ja, stuurtje. Oh, en een bakkie? Een bakkie? Hoe heet een bakkie over? Wat is dit zo... Er zit nog een verfkwast in ook. Hey, Timon, dat is... Ja, maar je wordt heel enthousiast, Peter. Is dat die tank daarboven is? Dat is een benzinetank. Nee, maar er zit geen snoertje, zei je. Wat vind je daar nou? Dat vind ik ook mooi. Okay, even kijken wat we nu kunnen. We hebben stuur. Dat onderdeel past nu helaas. Oh, die past nergens. Die hebben we wel nodig. Toch een beetje maagzuur opkomen. Oké, deze hier weg. Ja, dan moet je gewoon negeren, just a bird. Een bakje hier. Hiermee kun je nu niets doen. Ja, die kan. Dat die kan. Oh, wat een pak, joh! Dit onderdeel kun je nu niets aan. Dit onderdeel past nu. Nu ja. Dit ding ziet er nog niet. Met dit hiermee kun je hij zegt dat allemaal niks kan. En dit? Dit onderdeel. Nee, allemaal niks. Deze vind ik gewoon lelijk. En deze? Nu ja. Nee, dit ding ziet er voor mij zit hij helemaal vol. Als er nu geen... Hij zei niet dat hij er goed uitzag, die laatste die je optilde? Hiermee kun je nu niets doen. Kan je niks mee. Okay. Kan je gewoon niks ik mee. Ik denk dat dit echt dit is een 10 uit de 10 boot. Dit is hem wel volgens mij. We hebben een paddenstoeltje en we hebben een ding van zijn beste vriend. En we hebben nog een dingetje daar. Nee, hier nog een prulletje en hier wat dingetjes aan de zijkant. Het voor deze jongens gaan we hem nu laten beoordelen met de botenshow. Ik denk dat we hem gaan pakken. Ik denk dat we hem echt gaan pakken. Koppertij, daar gaan we. Hey. Ik voel hem. Ik voel hem harder dan ooit. Het roer ontbreekt. Wat is een roer? Niet sturen. Je kunt de kiel hey, maar wel. Wat is dit dan, gast? In dit spel? Denk je dat hij voor de katse kut erop zit? Misschien moet je hem achterin doen. Waarom? Zodat daar hoort een stuur altijd. Nee, ik ga kijken of we een andere roer hebben. Die gast snapt helemaal niks van boten gewoon, is het waarschijnlijk. Dit is ook een dingetje. Knal die hier gewoon op. Misschien lukt het er daar wel mee. Maar niet een groter stuur, dan snapt hij het gewoon. Hij snapt het gewoon niet, heb ik het idee. Even kijken. Het is vrijwel exact hetzelfde. Het is exact hetzelfde, maar je moet die maar kunnen sturen, toch? Het roer ontbreekt. Het roer ontbreekt. Roer ontbreekt. Het roer ontbreekt. Nou, wat moeten we dan doen? Moeten we hem achterin zetten ja, dan? Ja, denk het. Oh, gast. Ja, moet je eens pas dat het touwtje gaat vallen. Anders. Ja, dan moet ik het netjes zonde. Afhalen. Niet vergeten hoor, die was goed. Oh, er kan nog heel veel meer zo, denk ik. Nee, maar dan moet het stoel hier. Nee, dit is je kan ook helemaal niks in de rijden zitten. Dan zit je naar de achterkant. Wil je nog een huisje? Ik heb nog een huisje. Ik heb vast nog wel een caravan heb ik daar staan. Op zo'n dan kun je niet ding. Zitten. Hè? Dan krijg je wel mooie benen. Ik weet niet... Maar kijk zijn benen. Stijlvolle kijk zijn schuit. Benen. Hij heeft brede benen. Ja, dat is wel zo. Zienlijke zwaan over de zoute golven glijden. Wat zullen we denken? Dat dingetje erin? We kunnen ook als een zienlijke zwaan over die zoute golven heen drijven. Weet je zeker dat je het niet voelt? Oké, doe maar. Even kijken wat we hebben dan. Ga even één keer kijken nog. Zoals dit ding. Een treincabine nee. Bijvoorbeeld. Ja, of dit, een waterput. Ik voel deze weg. Nu ja, dit ding ziet er nog niet echt goed uit. Maar deze kan wel toch? Deze past normaal gesproken. Dat is een mooi ding ook. Tja. Ja, en ik kan er nog iets bovenop. Dit ding. Echt? Tuurlijk. Hiermee kun je nu niets doen. Dit onderdeel past nu helaas met dit onderdeel. Oké, zullen we gaan? Dit is hem wel, hè? Ja, of voel je hem niet? Jawel, die zou de zee besturen. Het roer ontbreekt. Het roer ontbreekt? Hoe kan dit nou? Wat lult hij nou? Moet hij dan ergens onder? Oh, is dat niet? Nee. Het roer. Wat is het roer? Het roer is gewoon je stuur, toch? Laat ons eens proberen. Bij het kiel... In doet is ook het roer. Een roer moet op de motor, zegt iemand.
Is dit gewoon... Is het zo'n ding dat onderaan komt dat je mee kan sturen dat hij aan de onderkant kan... Zo'n kiel hebben we het over. Is het niet zo dan? Nu staat hij zeg maar, precies onder de motor dat hij aansluit. Oh, zo bedoel je. Dat zou... Nu slaat hij aan. Zou heel erg diep gaan. Ja, een gozer die een enekoppie op zijn boot plakt. Het roer ontbreekt. Het roer ontbreekt, Timon. Maar dat gaat hij niet nu zeggen. Hij laat eerst je die afgang begaan. Dan gaat hij eerst zeggen, hey, wil je weg? Gaan we weg. Oh, het roer ontbreekt. Wat is een roer nou weer? Waar haal ik een roer vandaan? Waar moet ik een roer halen? Laat de motor eens bekijken. Zit er geen roer aan het motor misschien? Wat is een roer? Laat me de motor even bekijken. Hop. Ik zie het al, het roer ontbreekt. Laten we nu eens kijken. Nee. Wat is een roer? Wat is een roer? Ja, een roer is gewoon stuur. Roer is een spatel achteraan de boot. Ja, dat bedoelde ik dus. Het is een kiel. Ja, zo'n soort kiel, ja, die kan bewegen. Kiel. Maar dat zit er gewoon aan, dat hoort toch aan de motor te zitten? Of ligt het nou aan net mij? Net een kiel gekozen, of niet? Hey. We hebben geen kiel gekozen. Wat? We hebben geen kiel gekozen. Hebben gewoon. We nul kiel? We hebben 0% kiel. Als ik die hele klote boot helemaal niet. Oh, wat een makkie! Nee, dat is een opperkiel had je, joh. Nee, oh, zo'n kiel. Ik heb de kiel nog niet gemaakt, joh. Ja, het roer ontbreekt, maar het roer ontbrak niet. Kijk, dit is de kiel. Kijk nou, kijk. Wat een kiel. Dit is een mooi kiel. Oh, laten we nog even één keer kiel zeggen. Wat, wil je nog één keer kiel? Ja, laten we nog even één keer kiel. Oké, één keer kiel. Voor de liefhebbers. Hier ligt de ballast helemaal onderaan de ballast. Deze kiel. Hey. Bevat deze kiel, psst. Deze kiel, deze kiel. Deze kiel, deze kiel, deze kiel, deze kiel, deze kiel, bevat zeer veel lucht. Hij stopt ook even deze kiel en laat dit even iedereen horen. Nee, dan gaat ik zeg het op een manier dat je het niet eens na kan doen. Nee, uit een heel speciale manier om kiel. Dylan, dankjewel. Oké, dit is een 5-sterren boot, als je het mij vraagt. Een 5-sterren boot. Ik ben echt benieuwd. Weet je de bootshow nog te vinden? Natuurlijk, joh. We zijn echt 500 keer ingegaan. En wat gaan we hard. En wat gaan we in een partij hard? We gaan best wel hard hoor. Op. Moet hier ik ben nu een beetje kwijt. Nee, ik ken dat bruggetje wel. Ja, daar gaan we. Soms werkt mijn brein toch een beetje. Stel je boot tentoon. Oh. Kom op, baby! Hier tien, houden we tien, een boot tentoonstelling. Wil je weten hoe tof je boot is? Stel haar dan hier ten toon. Dan geef ik je punten. Deze kiel vind ik erg mooi. Een echt knappe boot. Het roer is erg mooi. Drie punten. Ja, maar hoe kan dit serieus? Hoe kan maar dit nou? Nog steeds iets te gewoontjes, die nog boot. Steeds iets te gewoontjes, hoe maar dat gewoon je niet. Nog iets leuks toevoegen. Wat leuks toevoegen? Het past niks meer op de boot, gast. Het past niks meer op. Nee, dat kan echt niet. Maar het slaat nergens op. Een 3. Hij is net iets te gewoontjes. Maar hoe geflipt wil je het dan? Ja, ik snap het niet. Hey, een boekje van die ene priester. Die gaan we oppakken. Oh ja, dat is een priester die... Oh nee. 5% Peter. Nu is het een race tegen de klok. Nu is het een race tegen de klok. Van de Noordzee. Er zit er al één, is het probleem. Dat is het enge. Hallo. Nee, dit is een race tegen... Dit is niet de stroom. Jullie gins in jullie kajuiten zitten te wachten op een zuchtje wind. Wel, dan zal dit is ziek, joh. Hier ligt de Bijbel van de pastoor. Ja, die is wel een. Maar een paar seconden in de stream valt uit, jongens. Oh, what the fuck? Is dat echt een walvis en alles? Heel ziek. Oh. Peter, gaat het? Wat de fuck, hier ligt ook een bandje. Kijk eens aan. We daar vinden alles. De zwemband van Pia. Die brengen we naar Birgit. Die gaan naar Birgit toe. Gaat ie, Peter? Je nog maar een paar seconden. Het kerkeiland. Daar is de priester. Hij heeft het gered, jongens. Hij heeft het gered. Hartelijk bedankt. Hij offert zijn leven op voor deze stream. Zo is Peter. Zo is Peter nou, dat is een topgozer. Ja, ik heb hem gevonden toen ik aan het varen was. Heb je het Jurassic Park gezien? Wat zeg je? Ja. Ik moest echt allemaal van die schakelaars overhalen. Schoot bestaat niet. Alleen maar oude spullen en prullen die je opnieuw kunt gebruiken. Oh, je hebt hem teruggegeven? Wel, hier heb je enkele van die spullen. Ik ben zeker dat terug? Je ze nog wel kunt gebruiken. Ik heb spullen van hem gekregen. Oh, we krijgen spulletjes. Oh, kijk. Oh, roer! Hier, neem dit. Abstract, deze abstracte vorm. Ik weet zeker dat je nog iets mee kunt.
En ik heb ook een bandje van Birgit gevonden. En ik weet toevallig ook waar die is, baby. Birgit? Ja, een bandje. Een bandje. Een zwembandje. Oh. Die zei, die moet naar Birgit toe. Dankjewel, Goose. De Goose die is gewoon los. Even tanken bij ons thuis, hoor. Oh, jawel. De tank die gaat zo snel leeg, dat is niet normaal. Dan konden we niet met deze opperboot een dubbele tank erin. Volgens mij wel. Een dubbele tank erin? Dan moet je even kijken. Volgens mij kunnen we echt een dubbele tank erin. Een schild uit de Viking. Nu ja, dit ding ziet er nog niet echt goed uit. Nee, dat moet kleiner misschien. Denk je niet? Er zit ruimte. Er is ruimte en we hebben een klein tankie. Dat werkt al. Dat zou moeten kunnen, hoor. Een basic tank. Dit is wel een basic tank. Maar ik zag echt een klein tankje hiervoor. Dit is echt een klein tank. Dit is al een kleine tankje, hè? Dit is al een kleine tank. Is deze niet pas? Nu ja. Nou, dit kan ding niks ziet mee. Er nog niet echt dat goed kan uit. Hij niet, oh, hij ziet er gewoon niet goed uit. Met dit onderdeel nou, kun je nu niet... Okay, we gaan even naar het begin, Peter. We gaan wel echt hard nu. We hebben er nooit zo snel... Milk... Heet die Milk? Nee, Milk. Oh, ik dacht Milk. Milk monteur gespeeld. We gaan nu al twee dingen oplossen. Deze tank kan er bovenop, zegt die Rickles. Deze kan er bovenop? Het sommige zeggen wel milk en milp, dus misschien zit ik ernaast milp? Hoor. Milk. Maar in het Engels heet hij Gary, dus het zegt misschien verschillende talen dat je een andere versie hebt gespeeld. Ik heb wel verschillende versies gespeeld, man. Ik vind het gewoon leuk. Ik weet hoe snel het gaat allemaal. En nu een opperboot hebt. Hier ligt Birgit's bakkerij. Ja. Birgit's bakkerij, hopelijk heeft ze zo'n lekker zeg, zou deze zwemband niet van Pia kunnen zijn, denk je? Ja, natuurlijk. Die zal ik aan Pia geven. Natuurlijk kan dat. Wie is Pia? Ja, heb je tijd voor een kopje koffie? Lekker. Ja, dankjewel. Tegen een goede kop koffie zeg ik geen nee. Echt? Hij duikt in zijn boot en ik hoor nog dat ze het inschenkt. Ja, ze is nog een koffie aan het maken. En ze heeft toch zo'n lekkere kopje koffie van jou, dat zeg ik nooit nee tegen. En hij zet die sprint ging terwijl ze geen omdraait. Hij zegt dat niet eens een doei, hè. Hoop dat ze het niet meer ziet. Hoedje vast ook. Wat heb ik er eigenlijk aan gehad nu? Is hij nou nog een Bijbel ja, kwijtgeraakt? Ja, nog een Bijbel. We gaan de Bijbel nog een keer terugbrengen aan hem. De Bijbel van de pastoor. Ja, die is wel een beetje vergeetachtig. Een beetje. Een beetje vergeetachtig. Hoe kun je een boek kwijtraken sowieso? Twee keer binnen 10 minuten ook. Het is meer knap dat hij hem hier zo snel krijgt. Spriehoek? Nee, meer spriel, denk ik. Spriehoek. Hey. Ik dacht even dat in het spel zat nu. Aluminium vallen, dankjewel. Jan-Peter Balkenende zegt, als je veel punten wil, moet je boot in één thema maken. Maar dat klinkt als klinkklaar, want hij wil niet de gewoontjes en dan gaan we één thema maken. We hebben heel veel spullen om één thema te maken. Echt? Ja, we hebben echt heel veel spullen. We kunnen echt wel één thema doen. Zo'n VOC-ding kunnen we gewoon echt maken. Full on, bijna. Of gaan we dit halen? De tank is leeg. Nu moet ik naar huis. Oh ja, de tank haal ik is misschien, leeg. Misschien haal ik het nog. Nu moet ik dus een sleepboot. Lastig, nee. Oh, ja? Kom op. Hij echt lekt. Ja, die motor altijd dit, ja. Hè? Ja. Ja. Wat een slechte ja. Wat een eikel, joh. Dan word je helemaal gek van, die gast. Echt als een slechterik gaat hij lachen. Ja. Maar mij niet uit. We gaan één thema ervan maken, oké? Pleurel. Die gozer is zo geflipt, joh. Maar het is pas als je op het open water bent en weer en wind in je gezicht dat voelt, dat je weet dat je echt leeft. Dat heb je verkeerd. Hey. We kunnen ook deze... Met deze. Dit onderdeel ja, die hoort kun bij je de VOC, niets aanvangen, vrees natuurlijk ik. Hoor je niet bij de VOC. Kan wel. Dan wordt het de Viking. Hey. Gaan de VOC schip gaan we echt een andere maken? Ja, maar waarom niet? We kunnen het ook niet even afhalen, dan gaat hij sowieso snel. Of houden de tank oh, ja. Nee, het langer dat vol. Is gewoon, dat is gewoon een goed plan. Dan kunnen we gewoon zo van mee varen. Dan gaan we even dat bijbeltje terugbrengen. Daarna ja, maar wanneer, we hebben niks aan die Bijbel terugbrengen. Dus en hij verliest hem toch. Ten eerste is het gewoon hopeloos, omdat hij het volgens mij niet eens meer per ongeluk doet. Ja, hij wil er eigenlijk wel van en ten tweede krijg je alleen maar troep voor terug. Nou, dat weet je dat hij gewoon zegt... Ik had best zo'n mooi ding gekregen de vorige keer van hem. Een oude tandenborstel. Ja, dat vind ik... Schroop bestaat niet. Maar dat is niet het doel van het spel, is het hele ding. Tuurlijk, dingen terugbrengen is het hele ding van het spel. Daar is de priester. Hier. Hartelijk bedankt. Zie je, hij is gewoon dankbaar. Nu kan ik zondag mijn preek weer houden. Zie je, dan kan hij weer eerlijk zijn. Ik heb hem gevonden als hij nog toen één ik keer aan het varen was.
kwijtraakt, wat dan gaat hij wel naar de hel waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Maar hij vergeet achter. Vindt God dat, haat God dat? Nee, dat lijkt me ook niet. God vindt het waarschijnlijk wel een beetje irritant. Ja, een beetje irritant, maar kom op. Wel, hier heb je enkele van die spullen. Enkele van die spullen. Wat krijgen we nu weer? We hebben jouw baan gered. Wat krijgen wij van jou? Oh, twee stukjes afgebroken. Afgebroken stukje staal. Ik weet zeker dat je er iets aan hebt. Daar hebben we zeker iets aan. Oké, Peter. Wat voel je om te doen? Wat hebben we nog om te doen? Dan kun je die tank bovenop zetten en dan naar die ene vrouw gaan die zegt laten van... Laten we een boot maken inderdaad met allemaal tanks erop. Op. Alleen maar tanks. Oh, radio. De regionale zender van de Noordzeekust. Hallo alle scheepvaarders. Oké, tanken bovenop. Kijk, misschien zit het gewoon goed als een watertank ook. Ja, overal. Overal tanks, gewoon puur tankboot. En dan gaan we naar die vrouw waar we water voor moeten versturen. Ja. Want het is niet specifiek wat we nou nodig hebben. Ook dat die badkuip erop, alles erop. Oké, alle tanks. Alles wat water kan houden. Ja. Dan gaan we naar die vrouw, die wil dat we water gaan vervoeren. En even kijken of mijn monteur niet gewoon een keer nee kan zeggen als hij iets niet wil. Oké. Okay. Je ziet wel veel C-troep, joh. Kijk nou, drie dingen. Maar goed, even kijken. Hebben we nog een tank? Ik had wel sowieso nog één tank. Ja. Sardientjes ook misschien. Er kan ook pas flink wat water in. Ja, dat is wel zo. Oké, dat is alles spul wat we hebben ervoor. Sardientjes. Op. Ziet er nog mooi met uit. Met dit ook, onderdeel kun je nu niets aanvangen, vrees ik. Muurhollen is back. De muur is back! Daarmee kun je nu niets doen. Hallo, oh, zo krijgt hij een beat ook te groot, hè? Die kan wel onderin, toch? Nee, daar kan er helemaal niks mee. Dus we kunnen maar we hebben in ieder geval wel twee in plaats van één tank. Dus we kunnen in ieder geval verder varen. Ja. We kunnen ook een keer zo ver mogelijk varen, omdat daar waarschijnlijk ook een man is. Die ons kan helpen. Ja. Omdat je de boot moet maken die zo ver mogelijk kan. We hebben echt heel veel tanks, dus nu kunnen we echt heel ver varen, ja. Laten we doen. Ik laat de sardientjes af, dan ga ik echt de benzinetank nog op boven. Maar misschien kan daar wel water in, dat denk ik dus misschien. Het echt, in het blikje sardientjes kan geen water. Het zou kunnen. Onderdeel kun je nu niets aanvangen, vrees ik. Oké, dan gaan we naar voren. Dan gaan we naar eerst naar die vrouw toe. Ja. Die zegt dat ze water over de planks heen moet knallen. Ja, we moeten water vervoeren voor haar, toch? Ja. Ik denk dat het naar beneden is. Als we het gaan halen. Oh, ik was helemaal vergeten. Het hele probleem is toch dat je benzine de hele tijd op kan. Ja. Maar je ziet rechtsonder heb je ook nog dat visie op je bord liggen. Ja. Als die op is, dan ga je ook naar huis. Dan heeft hij honger, want op het water krijg je nou eenmaal snel. Hé, nog een keer de hallo, maar zou je niet aan Peggy geven, dit ding? Dit zou ze toch aan Peggy geven, hè? Je liep weg toen ze vroeg of je een kop koffie wilde. Oké, we gaan even kijken, we gaan even navragen. Weer 1 meter van de huis. Birgits bakkerij. Zeg, zou deze zwemband niet van Pia kunnen zijn, denk je? Misschien wil ze wel als enige een zwembad hebben. Is dat haar ding een beetje? Ja. Denk ze als Pia ook met zijn zwemband er rond gaat lopen? Zo'n mooi ding. Krijgt Pia alle aandacht. Oh, kijk, lekkere broden daarachter. Die waren net anders. Tegen een goede kop koffie zeg ik geen nee. Ik moet dit niet weer doen, Neil. Hij zegt toch geen nee? Ik zeg toch geen nee? Oké, we gaan gewoon naar beneden. Dit gaan we nooit halen. We hebben 15 tanks erop. Kijk, we zijn nu al een kwart leeg. Nee. Dat is echt een partij ver, maar je kan echt niks doen in dit spel. Hier kan je gewoon niks doen al. Ja, maar het volgende scherm wel. Oh nee. De eerstkomende 20 scherm kan je gewoon niks doen. En kun je nagaan, hè? Dit is een snelle boot. De eerste 2 uur had je echt een... Oh, ja, we kunnen ook nog een tragere versie. Dat zou het zijn. Ah, hij is echt alweer half leeg. Maar zijn er ook tankstations toch soms? Ja, maar niet hier. Misschien gaan we het al halen. Misschien gaan we het gewoon halen. Dat zou mooi zijn. Maar we zijn er vaker geweest, dus we kunnen toen niet nu een slechtere boot hebben. Hier links is het? Ja, het gaan we halen. Dit gaan we halen. Maar ik ben bang dat dit geen goede tank is. Ja, maar ik weet dan niet wat ze bedoelen. Dan weet ik letterlijk niet wat hij bedoelt. Dan heb ik gewoon echt het idee dat hij het niet wil doen. Er kan in principe zelf het water in kunnen.
Ja, ga ik het halen? Ik ga het net halen. Ik ga het halen. Dit is goed. Hier op dit eiland woont ja. Vicky Vitamin. Hoppakee, neuk dat ding het water. Hop! Miel Monteur, wat goed. De zwemband, Miel. Ik moet mijn kweek op het oude eiland water geven. Die planten hebben echt enorme hoeveelheden water nodig. Ja. Kun je er een beetje van daarheen brengen? Ja, tuurlijk. Kijk al onze bakwater. Dat wordt lastig. Hij wil het. Ik heb geen tank om het water het is in te stoppen. Het slaat echt nergens op. Maar we hebben 4 tanks. En er zitten nog onder het schip zitten er ook nog paar. Nog een paar tanks. Wat dan wil hij nou niet van? Wat hij wil. Ja, dat is gewoon kut. Oké, oproep. Daar was weer iemand op de radio. Wat voor die klote DJ weer. In de chat hebben we geen tip, maar wel een paar mensen die zeggen ik zou het doen. Dus misschien okay. Dat in Duits. Ja, daar hebben we wel iets aan. We verwachten dat de wind spoedig vanuit het westen zal waaien. En dan kunnen we het niet terughalen. Ja, de tank is op. Mijn tank is op die ik wel heb opeens. Ik had geen tank, maar mijn tank is op. Ja, we kunnen niks doen. Hop! Je moet ook een zeil op je boot. Dan gaat de benzine minder snel. Is het heus? Ja, dat werkt volgens mij. Gaat niet minder snel op, maar dan kan je met je. Kun je doordrijven. Ja, dan kan je doordrijven. We gaan zelf erop knallen. Dat is een tip. We gaan gewoon een mooi schip maken en dan gaan we die 5 sterren halen. Die 5 sterren boot. Want daar krijgen we ook iets. Nou, maar daar krijg je een medaille voor, maar wat kun je daarmee? Dan ga je vast wel verder met het spel. Timon, ik ben een medailleman geworden en ik was ooit een medailleman. Stijlvolle schuit. Je was een medailleman. Ja, medailleman en ik voelde veel meer. Maar was iemand ooit een medailleman? Ik was het. Ja, maar verder, wij waren gewoon dom. Ja, wij waren gewoon met z'n 2 dom. Maar we zijn pas op onze oude leeftijd nog afgekomen. Waarom speciaal? Nee, Timon, ga jezelf niet naar beneden halen. Ik zit je net te vertellen dat ik medaille beter vind. Ja, omdat het juiste... Medaille. Dat het juiste is. Ik zeg medaille. En het is medaille. Medaille. Medaille is beter. Je zegt nog steeds... Wat? Medaille. Medaille, zeg ik altijd. En het medaille. Is medaille. En ik ben een medailleman geworden. En het was medaille. Maar waarom zeg je nu net dat je nog liever medaille zegt nog steeds? Omdat het beter klinkt. Het klinkt nog steeds het beter. Het klinkt nog steeds lekkerder, maar okay, het maakt niet... Okay. Wist je brein, wat klinkt beter? Ja, ik heb zojuist een medaille gewonnen. Dat klinkt niet. Oh, ik heb zojuist een medaille gewonnen. Medaille klinkt over het algemeen... Gefeliciteerd Peter, zou ik verwachten. Omdat dat beter is. Het klinkt beter. Het klinkt beter, maar het is het niet. Champi. Ik word een beetje getreurd van zelfs. Hey, dank jullie wel trouwens voor die suppies. Champi, Luca. Toppen zijn jullie. Mierterman, Game de Gasten, Mans Melvin Nieuw en al die andere jongens. Oké, we gaan welk thema wil je? Want ze hebben echt heel veel kuttroep. Ik zat even we gingen toch een zeil erop knallen? Of gingen we, gaan we, gaan opeens... we gaan een mooie boot maken. Dat is wat we gaan doen. Of je dat nu wil of niet? Wil je die 5 sterren? Ja, dat is groot. Nee, dit. Ja, die hebben we gekregen van die ene gast. Oké, even al het kuttroep wegpleuren. Dan kunnen we echt helemaal vanaf het begin beginnen. De mensen willen allemaal een VOC-schip. Ja, we gaan een VOC-schip maken. Ja, nergens. Daar kan ik, daar kan ik het wel aan vinden. Even troep weg allemaal. Stijlvol bouwsel. Okay. Nu ja, dit ding ziet er nog niet echt goed uit. Het ziet er gewoon niet goed uit volgens hem. Ja? Oei, 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 wat een rommel. Sommige schroot bestaat niet. Oh, wat een kuttroep overal. Wat een rommel. Wat is dit? Oké, we gaan af. Oké, hier hebben we helemaal niks voor nodig. Toch wel een speedboot kan je hier. Je kan een treinstel ervan maken. En wel een hondenhok, dat hebben we niet nodig. We gaan voor de VOC. Wat een beetje bij VOC-stijl past. Dan moet je zeggen, ho ho, Timpie. Dat zou nogmaals heel goed kunnen. Oké. Dus, extra scherp. Dat verwacht ik van iedereen. Zo, die zit toch wel... Hier, een mooi zeiltje. Ja, ja, ho, 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 halt! Oh, ja, oh hier, deze rechtsboven. Een stukje gelijk... hout in het midden dan, wat is dat? Dit stukje hout lijkt er zo... Nee, alsof... past er wel bij. Past er wel een beetje in de stijl. Hier hebben we dit ding ook. Hoort er ook op. En de bank is niet echt, hè? Schroot, maar welke weet zeil wil erop? Ja, die vast al. Dat is echt een echte... Zeil? Ja, ja, en dat mast. Is hem. Goed om te hebben als je zonder benzine Ik denk dat er gewoon voor een feest... Of bankjes! Viking. Bankjes, nee, kan van... het... Nee, want die zijn echt regeld. Die hebben echt VOC heeft toch gewoon bankjes? Onderin, dan kunnen ze roeien. Ja... Maar mochten die echt zitten ook echt, dat ziet er best comfortabel uit. We hebben geen slechtere stoeltjes dan dit. Nou, oké. Okay. Ik weet niet of die onderin ook kunnen. Het is echt accuraat dan. Kijk, VOC. Nou, dit stuur misschien? Ziet er wel VOC achteruit, toch?
Ja, maar ik denk dat het nog steeds een beetje een mengel moet. Nou, nah, dat vind ik al veel... Iedereen zegt wit zeil, zegt iedereen. Okay. Maar ik ga denk ik meer voor het vikingschip, die voel ik meer. Want daar had je wel... Kunnen we deze dus, een wit zeil. Ga even kijken hoe het staat. Okay. Je kunt altijd oppompen. Als je VOC-schip moet, dan moet je een wereldbol. Ik denk... Oh, is het een viking ding? We hebben echt een viking ding. Ja, dat bedoel ik. Volgens mij is alles... Zomaar viking troep. Hier is toch viking troep. Dit is nee, oude troep. Timon. Niet elk oude troep is viking troep. Niet? Maar zo zie ik het wel vol mij. Misschien is het... Dat putje, is dat ook niet veel vikingachtig, of niet? Dit is meer samurai-stijl, joh. Ja, oké. Okay. Schrot bestaat niet. Alleen maar oude spullen en prullen die je opnieuw kunt gebruiken. Ja, dit gebruiken. Zijn wel de viking dingen ook. Wat is dit voor troep? Wat is dit? Schroot bestaat niet! Ja, ik kan wel vragen, kan het nog iets anders zijn of niet? Oké, okay, een hekje. Nou, hiermee zouden we dan moeten doen. Oké, okay, maar we moeten ook even de boot even van hout maken dan. Ja, dat gaat toch, is toch veel lelijker dan een stalen... Wil je nou een echt VOC-schip of een vikingschip? Een echte benzine... Oké, okay, nou, daar gaan we er hout van maken. Kiek, 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 kiek. Ja, weet je het zeker? Ja. Hier twijfel ik geen seconde over. Ja, ik zou een goed begin ding is van de voorkant afhalen. Want ik vind het toch wel een beetje apart uitzien af en toe. Oké. Ja. Peter, we gaan voor het VC-schip of voor het Viking. Want dan weten we wat we op de rom op de voorkant moeten doen. Ja! Kraaienest! Ja, dat ziet er zeker mooi uit. Dat ziet er mooi uit. Tuf. Ja, ik heb dat nooit gehoord, Niels. Zo enthousiast. En maar dit is toch een viking ding, of niet? Ja, dit is toch viking, dit is toch viking. Ja, maar dat andere zeil. Is dit niet meer viking? Oh, dubbel! Tuf! Hopelijk krijg je dubbel! Kom niet tuf. Ja, maar dit is wel die we hebben, nodig hebben. We hoorden hem tuf. Hij is echt helemaal stil. Hij is helemaal stil. Hier kun je nu niets doen. Oh, dat ziet er mooi uit. Hoe heb je dat nou gedaan? Oh nee, niet. Nu ja. Met dit onderdeel kun je nu niets aanvangen, vriend. Dit onderdeel past nu helaas nergens. Ja. Dit onderdeel past nu helaas nergens. Ik weg met dit klote troep. Oké, dat wit is... Hiermee kun je nu dit onderdeel past nu helaas nergens. Dit is ook echt puur viking. Waarom heb je... Oh, ik wou net zeggen, is dat niet zo met graag? Met dit onderdeel kun je nu niets aanvangen, vrees ik. Maar dit gaat nooit... Nou... Dit gaat toch nooit vijf sterren halen? Maar hij vond alles gewoontjes. Hoe kan hij dit dan opeens prachtig vinden? Dat vind ik wel. Die hond kan ook nog steeds op. Dan kunnen we ook wel die andere of niet doen. Dat echt de VOC komt. Dit ding ziet er nog niet echt goed uit. Ik weet het niet. Ik ga dit hoger dan een 3 halen? Hebben we niet meer bij ons? Ze wilde een VOC-schip. Ze wilde het VOC-schip. Wanneer waren die vikings dan ongeveer? Ja, dit waren, weet ik veel. Hetzelfde ongeveer. Het is ongeveer een pot natte, vraag je het mij, maar... Ja, dit is kut gewoon. Dit is gewoon kut. Laat het gewoon eerlijk zijn. Moet je niet laten demotiveren door dat... geluid. Ja, maar hij zit hier met de ummen. Hij zit met de ummen. Dit past nu helaas nergens. Dit onderdeel past Hoezo past hij nergens, gast? We kunnen het niet eens doen, dus. Dit onderdeel past nu... We kunnen niet eens dat schip maken, want het is voor een klein schip blijkbaar. Voor een... Pisschip, ja. Noem dat maar. Een klein dit onderdeel pisschip. Kun je nu niets aanvangen, vrees ik. Ik knal deze erop, hoor. We gaan er gewoon voor, Peter. En we gaan gewoon kijken wat die gast ervan vindt. Misschien vindt hij het wel hartstikke mooi. Nergens. Misschien vindt hij het wel hartstikke mooi. Kan er nog meer spul op? Ja, dit gaat er niet worden. Nee, dit is echt een heel lelijk schip. Met dit onderdeel... Maar we begon net zo te tuffen, hè? We hebben het nooit horen doen. Kun je niet even dat zeil eraf aan erop zetten? Ik wil nog een keer zo enthousiast horen, die gast. Deze toch? Ja, daar werd hij echt heel blij van. Ja, je moet hem even op dek Toen een van de voorvaderen van Christina Columbus, Christoffel Columbus, Amerika ontdekte, had hij precies dezelfde mast. Daarom vindt hij hem zo mooi, joh. Dan begon je te tuffen. Hij tuft niet meer. Hij was net aan het tuffen. We gaan laten tuffen, die gast. Nee, kan niet. Ik denk dat er allemaal andere lelijke dingen op zitten waardoor hij het helemaal niks meer vindt.
Want eerst waren al die andere dingen zaten er niet op. Nu vindt hij het alweer lelijk. Hij begon te... Dat was mooi, joh. Dit ding ziet er nog niet echt goed uit. Tim, we moeten eventjes gewoon 6 tanks en dan gaan we gewoon heel ver mogelijk. Want we gaan hem nooit mooi maken nog. We hebben nog niet genoeg spullen om het mooi te maken. Dan gaan we zo kunnen zeilen als het moet. Dus ik kan niet onbeperkt op. Maar er zit geen tank op. Nog in, toch? Of wel? Jawel, er zit een complete tank in. De grote tank die je ooit hebt gezien. Moet er niet een dubbele tank? Ik kan geen dubbele tank met in. Met dit onderdeel kun je... Ik kan geen dubbele tank in. Oh. We gaan er gewoon voor. We gaan diep de zee in. Kijk hoe het werkt met een zeiltje. Zo. Ze kunnen dat tankje nooit leeg. Jongens, ze maken hem wel leeg, hè. Ik zou niet echt... Gaan we echt zee op? Of gaan we echt gewoon de... Tegen de wind helpt het niet. We kunnen niet tegen de wind. Oké, waar ben je? Naar boven of naar beneden? Ja, gewoon, maakt niet uit, voelen maar. Want we moeten overal nog heen, want we hebben nog helemaal niks gedaan sinds we zijn begonnen. Dan gaan we naar boven. Dan gaan we naar boven. Maar zo'n medaille. Wat? Zo'n medaille. Ja, maar daar hebben we volgens mij nog niks aan. Wat is links? Links, wat is daar? Dat is een botenrace. Oh ja, daar heb je ook geen kut aan. Ja, ik rechts of links? Ja, voel het maar. Rechts, altijd rechts. Soms moet je hem mee laten voeren door je... Instinct. Ziel. Oh, ziel. Ja, je zee in ziel. Ja, oké. Okay. Hier is in ieder geval nog niks te doen. Oh, hier zijn we al geweest, het loopt helemaal dood. Dood? Dat kan toch niet... Doodlopen. De regionale zender van de Noordzeekust. Hallo zeevaarders. Ja? We verwachten dat de wind spoedig vanuit het westen zal. Dat is goed. Dat is heel goed, maar je tank is bijna leeg. Heel gunstig, maar we hebben een mooi zeiltje. Veel en niet te weinig. Dan zou ik maar snel overgaan. Hé, onbewoond eiland. Ja, daar hebben we geen kloten aan. Ja, maar je zit hier helemaal naar niks te varen. Ofwel gaat hier iets zijn. Oh, Peter, we gaan naar die ultra gaan, Peace. Zijn we ze... Ja? Oh, het gaat nog trager. Het gaat gewoon nog trager. Ik denk dat het niet trager kan, het spel, maar het kan nog echt trager, hoor. Maar kijk, ze maken ze ook al voor de helft. Verder dan dit kunnen we maar beter... Waarom maak je dit dan? Waarom mag je 6 schermen varen en dan kun je er gewoon helemaal niks doen, alsof het leuk is? Aan het begin van het spel zijn nog, oh, aan het einde van de horizon, wat zou daar nou zijn? Oh, daar ga ik echt niet heen. Dat is te ver voor mij, hier ga ik gewoon echt niet heen. Ik ga heel traag naar rechts. Zijn maag is bijna leeg. Oh, hij is bijna uitgehongerd. Ja, echt 2 minuten van huis en hij begint toch buikkrampen te krijgen. Kom op. Ik ben gewoon benieuwd. Voor mij kan je ook niet eens naar rechts. Het is weer niks. Dit is niet normaal. Hoe kan er nou zoveel schermen niks zijn? En zometeen heeft hij honger. Ik heb een visie. We gaan echt een gigantisch mielmonteurspel maken. Je kan echt de zee op en dan kun je alle kanten op. Wat kun je dan doen op zee? Niks. Ik kan niks doen op zee. We gaan het realistisch maken. Lege schermen. Kom op. Ja, oh! Hier, de ijskappen! Hier moeten we heen, joh! Als een orka zien, dan ben ik gewoon blij. Dit is ziek! Oh. Wat een wind vangen we, joh! We gaan hard! Yo, kijk nou. Ik kan dat ding amper onder controle houden. Prima kiel. Dit is een mooi kieltje. Ja. Kijk, wat is het? Kun je aanmeren? Natuurlijk niet. Oh, kijk, zijn maag is bijna op. Probeer aan te meren op zijn minst. We hebben dat graatje, die kan nog makkelijk op. Hey. Zit er nog genoeg vezels in? Probeer aan te meren. Dat kan niet, dan gaat hij crashen en dan gaan we zijn weer neer. Niet anders eens... zegt hij het wel. Anders zegt hij het als hij zo dichtbij zit. Dit gaat goed, dit gaat heel goed. Het kompas wijst de weg in... Wat? Het kompas wijst de weg... Dit is goed. Hij heeft echt geen honger meer. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Naar het is mist. Zeelucht maakt hongerig. Ja, ja. Tijd om terug te keren en iets in onze eigen zeg dat wel. Zeelucht maakt hongerig.
Ja. Ik zei wel, dat iemand zei dat links onder een map is. We hebben echt een map. Hier hebben we Jeetje! Hier, midden in de Klippenzee, hebben we juffrouw Sien's vakantiekamp. Daar zijn we nooit bij geweest. Bij haar kunnen we nu en dan eens op bezoek gaan. Je gaat bij die Sien op... Hier zijn we ook nog nooit geweest hier. Hey! Zullen we daar gaan? Sam Scribbler. Dat is Sam Scribbler. Boeken op mensen die verdwenen zijn. Sam Scribbler hebben we gezien. Maar wat wilde die van maar ons? Maar hierboven hebben we nog niet gezien. Oh, je moet het echt nog ontdekken, denk ja. je? Ik denk dat ik gewoon niet verder kan daar. Denk je dat niet? Nee, ik denk dat je wel verder kan nog, hoor. Dus hier waren we net, hier konden we niet verder. Ja, dus waarom is de kaart dan afgeschreven? Op dit eiland woont de familie Visser. Een oud vissersgeslacht. Een heel pekelharing. Je kan er pekelharing en benzine krijgen. Ik denk echt dat je... Oh, de pekelharing. Kunnen we de bakkie pekel... Die harenkies kunnen op ons bodem. Dan krijgen we pekelharingkies mee bij hun misschien. Nee, heb je pekelharing bij, zegt hij. Hoe is het weer? Heb je pekelharing bij? Maar Miel zegt tegen me... Je kan een pekelharing op krijgen en benzine. Op dit eiland woont de familie Visser. Een oud vissersgeslacht. Maar we kunnen wel naar Plien. Door eerst naar die pekelharing benzine te halen en dan naar Plien. Dan gaan we gewoon een pitstop daar. Dus je wil hierheen en dan helemaal hier. Ja. Dat gaan we nooit halen. Zo even ver. Al halen we de pekelharing, halen we CPO. Oké, Peter. Ik voel het. Laat me niet weg. Radio oproep. De regionale zender Rembro. Aandacht, ik zal jullie vertellen wat de weersverwachting is voor vandaag. Het zal waaien. Nee, we gaan niet sardien meenemen. Oh, dat sardientje. Kunnen we niet een maagoperatie doen en dat we dan verder kunnen varen? Gewoon dat we meer meer kan eten van tevoren. Ja, dat was het voor. Gaat hij nou elke keer weer vertellen en dan gaat hij weer weg? Dat doen ze op de echte radio toch ook. Oh, kijk, we hebben het makkelijk gehaald. We moeten gewoon weten waar we heen gaan. Even tanken. Ja? Hier woont de familie Visser. Even hooi zeggen naar die gast. Kijk hoe het met hem gaat. Jongen, wat een weer. Wel heb je pekelharing bij. Ook hooi. Nee, het viel een beetje tegen zodat ik... Oh, wat? Ja. Hey! Ik weet het niet. Dan begrijp je wel dat we je geen boterhammen met pekelharing kunnen meegeven. Ja, jawel, je kan het sardientje dus erop doen. Ik kan Gertie het meegeven. Het is een beetje moeilijk op dit moment. Nee, hij heeft pekelharing bij. Hij zegt het je. En dan zeg je nee, ja, ik heb geen pekelharing. Nee. En dan zegt hij van nee, dan kan je geen brood met pekelharing meegeven als je geen pekelharing hebt. Dat is logisch. Maar Miel Monteur zegt nee, want ik heb... Wil je me hier onderbreken? Dat is wat hij doet. Kijk maar nog een keer. Nee, even luisteren. Ga nou even luisteren, Timon. Even serieus. We zijn niet getankt ook. Ik wil hier tanken. Hij zegt, heb je pekelharing bij? Maar daarna zegt hij dat hij het mee wil geven. Hij wil niet meegeven. Luister. Hey. En laat je niet afleiden door Miel's hele rare opmerking. Wel, heb je pekelharing bij? Hij heeft geen pekel. Nee, het viel een beetje tegen, zodat ik... Hij wil onderbroken worden, ja. Dan begrijp je wel dat we je geen boterhammen met pekelharing kunnen meegeven. Ja. En benzine wordt ook een beetje moeilijk op dit moment. Waarom? Dat is heel kritisch. Zit je nou slap te lullen? Oh, als wij hem pekelharing geven... Dan geeft hij ons een broodje met pekelharing. Hoe moeilijk een broodje voor ons smeren. Ik ga gewoon een lekker broodje voor ons smeren. Maar nog... Oh, je benzine hebben we ook niet. Maar we kunnen het halen. We zijn ongeveer op als wij hebben geen pekelharing voor, dan heeft hij ook geen benzine voor ons. Oh, is dat het? Waarom zegt hij dat niet gewoon? Dan gaat hij echt de half... Oh, shit. Je moet even op je map kijken of je al goed gaat. Hey, dit zijn die schiereilandjes. Zijn we niet nu toch al? Nee joh, we moeten echt nog de helft. Alleen zonder benzine wordt het lastig. Dus om daar te komen moeten we... Een zeilbootje hebben toch erop. Maar we moeten eerst die pekelharing hebben, nee, denk we hebben... Waar wil je pekelharing vandaan halen? Wat denk jij? Die diepe zee, die zouden zijn. Welke hengeltje heb je dan? Ja, gast. Dan moet je weer naar Sam Scribbler. Die heeft waarschijnlijk wel zo'n hengeltje. Is een lekker pilsie. Hey, een boot? Is het een lekker pilsie, joh? Is het een pilsie? Ja, daar hebben we een benzinepomp. En weet je wat? Vol tanken! Hoppakee. Dat... En in deze boot. Wie zit? Oh, dat boeit me mee. Zo. Pikkelharretjes. Mijn gsm viel in het water. Gsm? Ja, maar deze gsm. Wat moet ik nu doen? Oh. Zeg, Miel. Kan jij mijn gsm niet opvissen? Miljoek, eet ik. Ik heb een beetje haast.
kan dat, Miel? Kun je dan ook sneller praten, of... Spijtig. Als ik duikersgerij bij me had, dan, ja, dan zou ik naar de bodem afgedaald zijn en die telefoon in een oogwenk opgehaald hebben. Nu ga ik eerst even weg. Misschien kom ik over een paar dagen weer terug. Radiooproep. Radiooproep! Nou, die heeft... Oh, kut. Shit. Zijn boot had ik kapot van. Ja, je maakt het leeg. Dat ga je echt vergeten dat we Luke nog tegen gaan komen. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Hier. Stel het hier. Tim. Midden. Nee, ik wil hier weg. Hij zit er hier in zichzelf. Ja, we zijn er echt bijna nu. We de motor wel uitschakelen. Waarom? De zeehonden zijn bang van lawaai. Zeehonden? De zeehondjes? Dit is echt genieten, jongens. Oh, maar je pekelharing is bijna op, Tim. Ja, mijn pekelharing is bijna op. It's prime time. Ik kan niet tegen de wind in. Ik kan niet tegen de wind in. Shamey, nee. We kunnen bijna beter een kleine bootje meenemen. Die sneller is, of niet? Zijn deze altijd sneller, de grote boten? Ik heb een grote tank in. Dan gaan we eraf. Zo. Goed dat we geen motor hebben. Lief. Zoiets zou de zeehonden de... Kom op. Kom op, jongens. Ik kan het. We gaan niet halen, Tim. Goed dat we geen motor hebben. Zoiets zou de zeehonden de stuipen op het lijf jagen. Alsjeblieft, Timon. We gaan hem halen. Een kleine stukje. Dit gaan we halen. Daar kun je ook eten, Miel. Ze heeft vast wel zo'n boterham. Dan rent hij toch weer naar zijn bootje toe als zijn eten wordt aangeboden. Nou, nee, want die vrouw maakt gewoon niet lekkere koffie ook, hoor. Hier hebben we het vakantiekamp van juffrouw Sien. Hoppa. Nee, maar Miel, wat goed van je dat je je weg naar hier hebt kunnen vinden. Knap van me, hè? Ik ben een volwassen man. Was het moeilijk je weg te vinden in de Klippenzee? Dat is moeilijk, ja. Het ging goed, maar je moet nauwkeurig sturen. Hoe gaat het hier op het vakantiekamp? Ik heb twee zandbanken ingeramd. Het gaat goed. Maar de kinderen hebben gevraagd of ze niet eens een boottochtje kunnen maken. Ja. Zou jij ze eens mee kunnen nemen op zee, denk je? Nee, ja, tuurlijk. Tja, net vandaag heb ik in de boot. Of trouw je kinderen toe met Miel, dan spoor je ook niet als ouder. Ik zal mijn ogen open houden. We hebben een banken, Peter. Waarom ben jij zo enthousiast? Dan is er geen. Die kunnen een boottocht doen. We zijn fucking 2 uur al een boottocht aan het doen. Met een paar coaches eromheen is het opeens leuk. Jullie krijgen toch gratis spul van die vrouw? En is die vrouw misschien verliefd op ons? Wat denk je daarvan? Kun je zeker op één of andere manier. Nee, hoe eenzaam Miel is. Oh, what the fuck was dit? Een oppertank? Jeetje! Waarom kregen we zo'n tank? Nu moet ik verder varen. Dag. Tot ziens. Waarom kregen we zo'n oppertank? Die gozer zou maar in je persoonlijke ruimte staan en dag in je gezicht zeggen. We gaan het bankje erop zetten. En dan gaan we die coaches gewoon een ritje geven. Ik ga even de boot kapot rammen hoor. Als ik terug ben. Hemeltje, nu moet de sleepboot. Dus dan moeten we dat hele kutstuk weer opnieuw. Ja, maar nu hebben we een doel. Of je wil naar boven. Ik wilde gewoon op visite en ik hoop dat ik er iets voor terug kreeg. We kregen iets voor terug, maar straks krijgen we nog meer. Misschien krijgen we dan wel zo'n duikpak of een pekelharenkie. Wat denk je daarvan? Als we een duikpakje hebben, dan kunnen we ook misschien wel pekelharenkies zien. We hebben de bankie. Op, deed weg. Ik heb gehoord dat Mimmelton net een grizzlybeer met zijn blote handen gewoon zalmpjes kan vangen. Ja, tuurlijk. Dit is wel echt een bak van... Maar is dat die watertank? Dat is hem toch? Dit is geen water. Dit is een... Wat is het dan? Dit is toch een benzine... Met dit onderdeel kun je nu niets aanvangen, vrees. Dit is echt die watertank. Is dit een watertank? Hier... Er zitten zelfs metertjes op en zo. Oké, dan gaan we naar die vrouw. Maar doe die andere tank ook weer eronder in. Ja, 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 absoluut. Hiermee kun je nu niets doen. Ik wil ook zo'n... Zo. Ik wist niet dan het kon. Maar na deze stream ben ik vrijwel zeker pedo-Miel. Vind je Miel leuk? Maar gaan we nu dus... Heb je die bankjes heb je er niet in geknald, hè? Nee, ik ga nu eerst even eerst de water, die tank. Die tank, spuugt op mijn gast. Tuf, 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 tuf. Oké, het is geen watertank volgens mij, maar goed. Ja, maar wat is dan wel een watertank? Wat is... Ja, misschien wel. Is hij... Want het is ook geen benzinetank, want die is alweer op de helft leeg. Het is wel een benzinetank voor die stalen...
stalen boot. Daar kan hij gewoon in. Hij staat er nu toch op gewoon? Een te lage brug of een te hoge mast. Er zit niets anders op dan echt om te keren. Oh my raven. Ja, alsof het nog niet kut genoeg was om er te komen. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Ik kus je heen. Dankjewel trouwens voor de host. We zitten gewoon vast hier of niet? Zo realistisch ja, inderdaad. Daar heb ik gewoon respect voor. Kojima zou het knikken naar dit spel nu. Daar heb jij gewoon geen respect voor, denk ik. Laag! Hoe doet deze het laag en hoe groot de boog hieronder zit, joh! Nah. Kojima die zou direct tuf 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 ja. doen. Nou, weet je wat? We gaan naar de bankje, we gaan die koters ophalen. Wat denk je daarvan, Pietermannetje? We hebben geen keus. Oh. Want alles is even ver, dus maakt toch niet uit hoe ver je de zee op gaat. Dat is waar. Oh, heel stil opeens. Ongemakkelijk. Oké, okay, ja. Twee zeiltjes. Dan gaan we harder. Ja, dit ding ziet er nog niet echt goed uit. En dat bankie. Kom op, dat bankie. Waar is hij? Nee. Waar is dat bankje heen? Waar is dat bankje heen? We hebben dat bankje toch nog? Waar is dat bankje? Nu ja. Deze dit ding bankie. Ziet er nog niet echt goed uit. Daar gaan we. Denk je echt dat het gaat werken? Ja, hoe kun je er koters op zitten, of niet? Echt drie naast elkaar, kun je echt wel 9 koters mee. Dat moet echt wel lukken. Ik zou ze niet vertrouwen, maar... Met Miel. Die gozer heeft tegen elk ding aan, wat hij heeft gezien. Elk kind komt terug met een whiplash, maar goed. Ons tank is dan echt leeg als heen. En dan gaan we echt met de zeilboot gaan we verder. Echt zo echt 1 maar we kunnen niet terug, want we kunnen alleen met de wind mee. Ja. Dus we gaan echt niet... de oceaan op met een paar kinderen. We kunnen ze niet terugbrengen. De regionale zender van de Noordzeekust. Ik ga dit weer vertellen. Even tijd voor het weer. De wind van vandaag zal uit het zuidwesten komen. Maar de wind is zit die pijlkwaling? Ja. Wow. Wat? Dat is wow. Ik dacht dat ik het heel geflipt in het eiland te zien. Het is echt een schreeuwend gezicht, maar ja, echt een ghoul. Maar ik zag het wel verkeerd waarschijnlijk. Waarschijnlijk was het een pijlkwaling of zo. We moeten hier een beetje naar... Hé, hey, hier kunnen we tanken. Ja, hier kunnen we tanken. Dat is goed. Moeten we nog meer naar rechts dan? Ja, eentje naar rechts en dan naar beneden volgens mij. Die gozer is de telefoon ook kwijt. Die zie je niet meer. Oh, kut. Kijk hier naar beneden ongeveer. Je kan op je map kijken toch even. Ja, maar een echte zeeman doet dat niet, hè. Nou, doe het alweer. Je kunt het gewoon vol naar beneden. We hebben nog een volle tank. Oh shit, dat is wel lekker. Zet wel die motor uit voor die zeehonden. Al die zeehonden die we overal zien. Ja, echt nul. Oh, hier zijn zeehonden, of niet? Zijn het zeehonden? Wacht, ze... Zijn het zeehonden? Nou. Hey! Dit zijn nou best wel eens kunnen. Oh, zijn er? Wat boeit ons die klote zeehonden nou? We gaan gewoon varen erin, joh. Ja. Kom ze nou verrotten, die klote beesten? Nu moeten we de motor wel uitschakelen. Nee, hier hoorde die zee onder te zitten volgens hem. Oh man, dit spel. We hebben echt een snellere boot nu, want we zijn echt veel sneller. Lekker, echt snel zijn we er. Nou jongens, 1 frame per seconde gaan we. Ik kan mijn woorden slikken, maar ik meende het net wel eventjes want onze halve tank is nog vol. Maar dit is ook echt ongelooflijk. Je kan ook niet iets te snel doen in het spel. Want dan vindt het spel zelf alweer iets op. Rio zegt, wat zijn we te snel? Dan gaan we, hoor. Met nooit voordelige wind ook. Maar ik zie helemaal geen wind. Er zijn geen golven, dus het is water is helemaal stil. Naar links, zie je dat vlagdingetje, hoe Niels het zou noemen. Oké, dit is goed. We zijn er bijna, hoor, jongens. Halverwege. Komen er vanzelf. Dit is ongelooflijk. Bijna. Ja, wil je misschien een stukje met de kinderen varen? Ja, ik wil super graag, zegt Miel. Gaat hij zichzelf saboteren, want hij wil het gewoon niet en hij kan geen nee zeggen. Dan gaat hij maar super langzaam erheen om zichzelf maar tijd te rekken.
Leuk voor de kinderen. Leuk ritje wordt dit voor de kinderen ook. Zo traag. Alle kinderen aan boord? Er is een plaatsje voor iedereen. Nou, is 9 plekken. Ze zijn met banken om op te zitten. 9 kinderen, oké, is prima. Plek voor iedereen. Oké, hoe schattig dat hondje, ja, die gaat ook mee. Heel lief. Bedankt, Miel. Zo, dat is leuk. Dat was echt aardig. Dat was leuk. Neem dit kompas van de schoener Alberta mee als bedankje. Kompas. Iemand heeft iets over een kompas gezegd. Meer aan dan ik. Hebben we een kompas nodig? Ja, we hebben een kompas gekregen, Timon. Maar er werd gesproken over een kompas. Dank u wel. Maar Niels loopt over alles te borrelen. Hoe bedoel je? Tot ziens. We hebben ergens iemand goed, zei... Voor de mist! Voor de mist, lekker chat! Jullie varen veel te snel. Ja, we voor de mist. Ja, dat zegt de chat. Oké, okay, in de mist en dan... Wacht even hoor. Wind. De wind staat toch deze kant op? Nee, de wind staat... Er staat geen... Oh, daarom gaan we niet vooruit. Er is geen wind. Daar was weer iemand op de radio. Ja, met dokter Beenbrug hier. Ik heb mijn tas ergens op een van de eilanden laten staan. Ik zou je oneindig... Klinkt een prank call. Dan klik hem ook gewoon weg, ja. We komen hier niet meer weg. Op een van de eilanden heeft hij iets staan. Dus... Ja, ik ga niet. Ik ga naar rechts. Daar kan ik snel eens mijn motor weer aanzetten. Of ik kan best tegen een ding aan crashen nu. Zal ik het tegen een ding aan crashen en dan gaan we naar huis. Namelijk. Doe het alsjeblieft. En dan gaan we gaan dit spel nooit uitspelen. Wel, we hebben nu een kompas. En we kunnen naar boven bij die Engelse boekslijper. Oh, we kunnen weer een kwartier naar boven varen. Dat was nee, dat kan met de motor. Dan zijn we snel. We zijn bijna tegen... We kunnen niet eens crashen, want we hebben niet eens vaart om te crashen. Ja, we gaan crashen, we gaan crashen. We komen er wel, hoor. We gaan enig crashen. Enig idee hoeveel knopen jullie varen, ik heb geen idee. De zielig smaakt hongerig. Ja, ja. Tijd om terug ja, ja. te keren en iets in onze eigen romp te laten. Ja, ja. Oké, okay, die kompas, die gaan we erop knallen. Die hebben we gekregen, dat is een mooi ding. Die kompas, ja. Dat is het schroot, ja. Zo bestaat niet, maar... Ik wil een wereldbolletje. De wereldbolletje eraf op. Ik ga ook even naar Sam Scribbler straks en kijken wat die gozer wil. Hiermee kun je nu niets doen. In ja. plaats van de bank. Dit ding ziet er nog naar niet Sam, echt oh, goed naar uit. Sam Scribbler wil je. Wat doe je nou in plaats de bank? Ja, maar de hitbox is niet zo lekker in het spel. Ja, het ligt aan dit spel. Kijk, ga langs die Sam Scribbler, oké, okay, nu eerst. En daarna gaan we het mis doen. Dan weten we in ieder geval wat we nodig hebben van Sam Scribbler. Ja. Weg langs die Scribbler echt gaan, maar ik denk gewoon er langs. Dat dacht, oh, daar ligt een ja, boekje weer. Ja, kom op man. Laat gewoon liggen dan ook hoor. Hier ligt de Bijbel van de pastoor. Ja, die is wel een beetje vergeten. Een beetje wel, ja. Maar die Sam Scribbler dan gaat zeggen, oh, ik heb dit nodig. Dan weten we in ieder geval waar we naar moeten kijken straks. Misschien hebben we het al. Ja, we gaan er toch langs varen. Jongen, dan moeten we linksaf hier volgens mij. Ja, maar eens even dat ding terugbrengen. Daar is de priester. Dat was zeer vriendelijk van je. Bedankt. En we draaien om en gooien dat ding toch als weer te water. Dus het ja, maakt eigenlijk niet uit. Ik heb hem gevonden toen ik aan het varen was. It's prime time. En zeg, hij die geeft zal dat duizendvoudig terugkrijgen, zoals men zegt. Hier heb je iets waarmee je kunt varen. Duizendvoudig terugbedacht. Bedankt, ja. Een kleinere tank die je er ooit hebt gezien. De kleinste tank, daar kan je nog wat minder ver mee varen, alsjeblieft. Oh, dankjewel, Miel. Nu kan ik morgen weer de kerk mijn werk doen. Super bedankt. Die gozer die ziet het al lang niet meer. Hey, komt ja, dit ding hier nou weer, joh? Hey. De zwemband van Pia, die brengen we naar Birgit. Ja, dit dacht ik even niet. Ik ga maar dat was een watertank, zeggen mensen. Dat was een watertank, hè. We zaten weer niet te luisteren naar wat hij zei. Het was geen watertank, Peter. Heeft hij het gezegd? Was het? Nee, tuurlijk niet. Maar net zei zij ook een kompas. Peter, ga er niet intrappen, hè. Chat! Iemand roept niet doen. De regionale zender van de Noordzeekust. Oké, het zal niet zo heel ver zijn, toch? We verwachten... Is hier links en naar boven en dan zijn we er. En dan kunnen we altijd zeilen. Wat de wind betreft, die wordt zo gemiddeld sterk, niet te veel en niet te weinig. En zo dadelijk begint de zon in haar volle glorie. Oh, ik zag lekker het zonnetje er ook bij, Peter. Dat is wel lekker. Dat was het voor de toestand. Dat is in ieder geval mooi. Over en uit. Die hele grote is de watertank, dat denk ik ook nog steeds. Nee, hey. Die hebben nog helemaal niet getest, omdat jij niet onder de boot kwam, want toen werd je weer afgeleid. Nee, want weet het...
Een rikkel zijn net dat een groene, grote, ronde tank moet zijn. Wel, mijn vriend, trouw die rikkels. Kunnen varen en heb je het dagboek gevonden? Dagboek? Nee, jammer genoeg niet. Dat is niet zo goed. Nu wel, een boek schrijf ik zelf niet. Dus moet ik gaan zitten. Doe het lekker zelf. Ja, dan vaar ik wel weer verder. Niet echt een vriendelijk gesprek weg, ook. Oké, gewoon een link. We mogen allebei. Zullen links? Ik voel links meer. Ja, maar jij denkt... Er ligt een ondiepte in de weg. Een we kunnen ondiepte? Niet met zo'n zware boot, kan dat in de hut. Ja, gaas! Laat die mappen zien, laat de mappen zien. Jij denkt echt dat we een map kunnen verkennen. Je denkt niet dat het met een reden is afgescheurd. Ja, ik denk dat we het kunnen verkennen, hier ja. Hebben we een leuk je denkt niet dat ze bij een kwart gewoon klaar waren met het spel maken. De pekelharingfabriek! Pekelharing gegeten. Go! Ja! Go! Ja! Go! Pekelharingfabriek, baby! Komen we! Ik zal even crashen dit ding. Oh nee! Okay. Niet weer, hè! Oh, je gaat er nooit kunnen crashen met dit tempootje. Je bent volledig aan het aanmeren. Waar zie je schade van je schip? Rechts bij het visie ook. We kunnen maar één keer crashen per seconde. Per seconde? Per minuut. We moeten nooit meer een zeil meenemen. Zeil is echt een kuts idee. Een kleinere boot. Een kleinere boot moeten we. Maar er passen ook weer kleine tanks op. Agressief. Ik begin een beetje agressief te worden. Ja, dat gebeurt altijd met Miel Montieu. Gloeiende. Duurt kort of lang, maar uiteindelijk ga je opgefokt raken. Maar dit is kun je, niet... Je kan toch wel naar huis gewoon. Je kan toch wel zeggen tegen die gozer, kom, we gaan naar huis. Bel die sleepboot. Ik kan niet op klikken meer. Oh, naar huis. Terug naar de kade. Als je hier klikt, ga je weer terug naar de kade. Ja! Een andere man vertelt ons ook. Oké, andere boot. We gaan over schroten praten, die gast. Zullen we een middelbare boot... Maar ik weet niet waarom je dit gaat doen. Dan gaan we sneller. Oh, je wil die pekelharing alleen. Die pekelharing. Een kleine tip. Hopelijk past dat op een kleine boot. Als je het type van je boot wilt wijzigen... Hou je smoel. Zullen we al de onderdelen opnieuw moeten op... En neem wel dat sardiendoosje mee, want we moeten ze meenemen ergens in. Nee, je moet niet in een sardiendoosje. Wil je ze in je handjes? Wil je een kommetje van je handjes maken en daar die pekelharingjes in nemen? Nou, dan gaan we de sardientjes erop, dan slaat nergens op. Waar wil je ze dan in? Dan komen we daar na een kwartier. Boom. We komen na een kwartier waar die pekelharing zegt die... Oh, lekker, pekelharing. Maar je kunt ze niet vervoeren. Tot over 20 minuten. Nou, oké, we gaan dat ding... Oké. Okay. Oeh. Oeh. Oké, dat blikje sardientjes dan. Die past er niet meer op. Die past er niet meer op, want hij moet een stuurtje hebben. Hallo? Ook. Dat ziet er hier nog niet zo slecht uit. Wat gaan we met die oppertank doen? Ja, dan gaat onze ding nooit meer op. Wat denk je daarvan? Ja, je denkt echt dat het een benzinetank is. Maar dat ja, dit is een benzinetank. Dat is het niet. Dit is gewoon die watertank, man. Dit is geen echt nooit die watertank. Er zit een metertje op en alles. En een pomp aan de achterkant. Nee, dit is geen watertank. Timon, er zit toch een pomp op de achterkant, joh. Ga stuur opknallen en dan gaan we gewoon. Als ik die stuur kan, die zijn allemaal weg. Heeft allemaal weggestopt. Dan ruimt alles opeens netjes op en alles. Hop. Dit is sowieso. Maar nu heb je niet die sardientjes mee. Je realiseert je wat de we nu gaan doen. De benzine ontbreekt. De tank is niet alleen leeg. Huh? Ze is er gewoon weg. Nou, er is geen tank. Het is de watertank. Het is geen watertank. Het is nooit die watertank. Timon, we gaan nu die watertank. Oh! Hopelijk heeft hij ergens opgeslagen. Ja, nu moet even een beeld switchen. En alles. Helemaal balen. Oké, ik ga even wat mensen bedanken. Sappige papflapje, dankjewel. Welke, waar staat die? Gewoon bij deze computer. Heb je nog nooit een spelletje opgestart? Epic Bas, dankjewel. My name. Chef, een nieuw suppie. Die maakt gewoon gebruik van die 50% korting van die suppies. It's Bakka, dankjewel. Aarsmaat, dankjewel. Afro Daniel. Dwaas Bjaas. Pedro. Super Marco. Even terug. Hop! Het spelletje, hop. HMMMM en pekelharentje. Tuf, 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 tuf. Tuf, tuf, tuf. Ja, oké. We gaan die pekelharing ophalen. Hey! En go. Hoi. What the fuck was dat? Ik ben niet precies. Monteur. Wil je met... Nee. Dat wil ik niet.
Al hebben die oppertank niet meer, Timo, dan word ik gek. Die hebben we nog wel. Opkutten. Hier, Boem, daar staat hij. Had een bak, joh. Een bakbeest. Pak maar een grote boot. Met een grote boot, maar gaat minder snel, ja, hè? Dat boeit me niet, want dan kan de bak... Gaan we niet halen. Hier kunnen we de peddels op doen en dan kunnen we doorgaan. Hey, Timon, zoek het uit. Maar als ik geen pekelharing meekrijg, dan word ik gestoord. Peter, opkutten, ja. Jij staat het hele spel gewoon niet. Jij zegt echt nog steeds geloof je niet dat het een watertank is. Echt opkutten nu. Echt opkutten nu. Laat mij nou maar mijn ding doen. Dan ben ik op mijn best. Als je niet weer gaat vastlopen. Spullen op de rekken. Gewoon even de handen uit de mouwen, dan kunnen we met het jij dat tegen mij zeggen? Gewoon je staat daar met je handjes in je zij, gast. Okay. Als je nou... Ja, gaat hij mij echt dingen proberen uit te leggen? Gaat hij echt tips geven? En dat is echt zo neerbuigend van zijn simpele gozer. Of gewoon wat zeg ik? Grond zijn in het simpele gozer. Ja, dat is heel baal als ik dat net dan zeg, hè? Denk. En die pedals. Dit onderdeel past nu helaas... hiermee kun je nu niets doen. Dit onderdeel past nu... Klote troepen, wegwezen hier. Dit ziet er nog niet echt goed uit. Gewoon nieuwe suppies krijgen erbij, alsof het helemaal niks is. Dankjewel, Dat werkt als je... Die Skeletoni. Skeletoni. En Yasuo, Justin. Hier legt ze. Dit is het. En nu? Nu gaan we super snel, zeg jij. Nee, ik hoop maar dat we snel gaan met het bootje. Peter, luister nou even. We gaan niet sneller. Maar we hebben geen zeil, dus we kunnen onbeperkt peddelen. Oké. Maar heb je zijn maagwand vergeten? Ja, oké. Hij is heel hongerig. Wil jij met de zeil? Weet je wat? Hij heeft één sardientje mee als lunch. Jeetje! Wat was er? Jeetje! Wat een bak! Dit is niet normaal. Oké, ik neem mijn woorden. Slik het en zeg sorry tegen me. Geen sorry zeggen. Zo, goeiemorgen. Hey. Kijk, die enge Erik, die heeft ook gewoon zijn suppie te pakken. Die ziet korting en opeens is hij binnen. Ja, tuurlijk, 5% kort is niet niks. Hop. Ik hoef niet te tanken, schat. Ja. Ruik je die geur? Ja, het ruikt hier weinig fris. Hier maken niet ze fris. Oké. Hebben een vracht pekelharing voor koers zetten naar het visserijland. Past dat in jouw boot? Wat denk je? Krijg ik ervoor betaald of is dit hoe je zaken doet? Dat wordt moeilijk. Die vracht is wel wat te zwaar voor de boot die je bij me hebt. Oh, heb ik een grote boot nodig misschien? Is dat het, Timon? Mag ik een je sorry je krijgen? Slik, nee, ga eens sorry. Jij ze nu. Ik kok al ze nu weer omhoog. Nou, en ik opkutten, Peter. Jij krijgt. Ik heb een sorry van jou te goed. Nee, jij hebt sorry van jou te goed. Hey. Als je het type van je boot wilt. Kiel. Maar weer dat klote ding weer op pleuren allemaal. Helemaal kut. Dat is een speedy gozer. Dat kun je hem meegeven. Dan kun je oppertanker op. It's nee. Prime time. Ja, dat kan. Dan gaan we dubbel. Dat is die watertank, hè? Nee, het is geen watertank. Hij zegt net nog, er zit geen tank in. Hij is niet aanwezig, zegt hij net nog. Past. Kut. Geef maar een excuus, dan is het allemaal goed en dan ben je clean slate. Clean. Kijk eens hier. Tuf, baby. Wat een mooi ding. Hij heeft het nooit zo mooi gevonden als dat ene zeiltje. Dat vond hij echt prachtig. Gaan we nooit meer aan tippen. Ah, waarom ruimt hij ook alles op tegelijk ook? Dan moet ik het helemaal opzoeken weer. Wat zoek je? De sardientjes? Deze motor. Die sardientjes lagen toch nog wel? Ja, dat mag ik hopen. Anders grist hij ze echt onder je handen vandaan, die gozer. Oké. De tank. Ja. Deze dingetjes heb je ook weer opgeruimd. Het is niet normaal. Wat een eikel. Blijf zo maar troep af, joh. Dat vind ik niet zo mooi. Hey. Goedemorgen. Laat me nou even mijn dings vinden, joh. Ja, die roeispanen kunnen niet op deze opperbak. Ja, daar liggen ze. Wil je nog meer op... Als die oppertank past, dan wel. Oh, er bovenop, joh. Die past gewoon, hoor. Dan kunnen we misschien het dubbele go gaan. Dan gaan dat gaat niet gebeuren, want dan komen we niet vooruit. Hè? We hebben nu ook geen... Oh, dan moeten we misschien niet. Laten we gewoon alleen voor die pekelhaan gaan. Ja. Want weet je wat ze waarschijnlijk gaan zeggen? Er is een ander probleem. Ja, tuurlijk gaan ze dat zeggen. Want er is geen ruimte op het schip. Waar gaat hij ze dumpen dan? Moeten we misschien een heel leeg in dek... In die sardientjes, gast. Gaat hij ze niet gewoon op het dek dumpen dan? Die sardientjes niet voor niks. Of voor jou moesten nog die sardientjes erop. Ik weet niet of ik degene was die dat zei, maar... Maar dit is een prima snelheid, je bent er alweer. We gaan gewoon even kijken. Dus op voor die stenen. Hoppa, kijk die zigzag. Dat is helemaal niet gek. Je kan zeggen wat je wil over Emil. Ja, die kan prima sturen. Als je helemaal dat roer heeft, dan...
Nog ook wel een uur, hè. En parkeren die app. Eens achteruit. Ruik je die geur? Het ruikt hier weinig ruik naar fris. Vagina. Hier maken ze pekelharing. Hoppatee, knal alle dingen even uit. Maar kijk eens, Miel. Zou jij voor mij niet de lading pekelharing in blik naar de familie Visser op Visserijland kunnen brengen? Ja, natuurlijk neem ik die vracht mee. Ja, tuurlijk. Mee. Goed gedaan. Wat is dit? Je hebt een stevige boot gebouwd waar je grote lasten mee kan nemen. Wat is dan dit? Krijg je nu de enige echte vrachtschipmedaille. Wat heb ik daaraan? Kun je niet gewoon iemand inhuren waarvan het zijn baan is? Of ons gewoon geld geven? Maar we hebben het mee nu. We hebben het en we gaan. Oké, okay, naar het eiland. Weet je het uit je hoofd? Geef eens even tank. Ga even terug naar base. Als je hier klikt... Hop! Ben je alles kwijt, gast? Waarom ben ik het alles terug? Wat doe je? Waarom zou ik alles kwijt zijn? Maar dat is een spoed! Dat is een spoed! Je gaat hier thuis die pekel aan... Wat? Hé, een boekie. Eens even kijken, wat is dit dan? Ik ga het ook gewoon laten terug... En dat is geen watertank, zegt die Skeletoni Beastor. Nee, wat is het dan? Maar ben je het er nu ook mee eens dat het wel de watertank is dan? Ja, ik denk ook dat het geen watertank is. En dan zijn we het toch met elkaar eens? Ja, maar wat is het dan wel? Een watertank. Hij heeft niet gelijk. Maar jullie zijn het met elkaar eens, is mijn punt. Ja, straks gaan we die watertank proberen te brengen. Joppatee. Je hebt het niet bij je, toch? Neem mijn haring. Ja, hier woont de familie Visser. Of was het gewoon niet op het plaatje te zien, denk je? Oh, kijk, hij schraapt ze van de grond af. We hebben ook zo erg op de grond gedumpt. Kijk, zo agressief aan. Goedendag. Je hebt zeker geen pekelharing bij, toevallig. Wat? Toch wel. Hoppatee. Hier glinstert het van het voedzame zilver van de zee. Stel je voor, pekelharing in overvloed. Stel je voor? Ja, niet voorgesteld. Gebeurt op dit moment, Miel. Je mag dan wel een boterhammetje met pekelharing meenemen als je wil. Oh, mogen we er één? Sonne, ik benzine, hou van je. Als je die nodig hebt, hè? Dat heb ik niet nodig, per se. Dus ik krijg een broodje gewoon... pekelharing. Ja, hij heeft werkelijk een rauw visie van een afstandje op je broodje gegooid. Nou, dankjewel. Nou, dan gaan we nu... Ja, hier woont de familie. Gaan we nu die watertank doen. Wat geen watertank is, maar we gaan het doen. Dan gaan we wel echt hard. Eindelijk zit er een beetje tempootje in allemaal. Dus we gaan het gewoon halen. Bijna. Wat is ons doel eigenlijk? We moesten toch al een boot bouwen? Waarom zitten we allemaal ons werk te doen? Vinden we het toch leuk, of niet? Ik heb het in ieder geval... Misschien is het zo, maar ik heb het niet door. Hey! Oh. Past het wel? Ja, makkelijk. Dit gaat makkelijk zelfs. Dat krap we zijn hoor, man. Mieltje, die kan er wat van hoor. Ja. Hartstikke idee, we zijn er bijna hoor. En dan gaan we zien dat het geen watertank is. Geen watertank. De broodje hebben we inderdaad gewoon de pomp in gegooid, want ik zie hem niet op mijn bordje liggen. Nee, neem er geen hap van. Het ziet er ook niet heel schoon uit, die gast. Dus ik vertrouw het ook niet dat zo'n gozer zo'n broodje van maakt. Nee. Ik heb helemaal niet... Hij haalt hem echt uit zijn broekzak of zo. En hoppatee, we zijn er alweer. Echt maar net halen. Kijk nou hoe net we het halen. Vicky Vitamin. Dan gaan we het ooit terugbrengen dan. Ja. It's prime time. Miel Monteur, wat goed. Ik moet mijn kweek op het Algeneiland water geven. Dat heb je al verteld, drie keer. Die planten hebben echt enorme hoeveelheden water nodig. Kun je er een beetje van daarheen brengen? Dood van binnen. Snel getankt en klaar. Oh. Ik heb je voor prima voorzieningen aan boord. Ja! Wel! Ben je verrast oprecht? Ja! Wat? Waar moest het heen? Hey. We moesten er plantjes doen, maar wat hebben we... Op welk eiland? Dat heeft ze het 4 keer gezegd, hè? Helemaal niet. Dacht hier gewoon de achterste... Ga naar die vitamine toe! Algeneiland. Lang hier hebben we... Hier stel je boot tentoon. Birgits Bakkerij. Hier woont het kerkeiland. Op dit... Hier
midden in de Klippenzee, hebben we juffrouw Sien Spakantiekamp. Linksonder. Bij haar lang geleden, hier. In de oertijd, zette hier een reus eens zijn voet neer. Een reus en wat? Later werd voet. Dit eiland in de vorm van een voet. Oh, reus daarom zelf. Heet het voet. Hier op het doodshoofdeiland hebben eeuwenlang piraten. Ja, hier hebben we de werf. Algeiland, waar is dat dan? Het kerkeiland. Birgit's bakkerij. Ze bakt lekker. Hier hebben we Vitamine-eiland. Daar heeft Vicky Vitamine haar algenkwekerij. Als die open is, kun je hier, midden in de Klippenzee. Maar als we nu. Ja. Hallo, oh, jij denkt dat dit ziet werkt er gewoon, hier nog niet zo slecht uit. Ja, jij werkt er met de haring. Okay. Ik dacht omdat we niks zagen op ons boot, dat het niet werkte. Ja, Peter, ben je normaal zo? Het zou wat zijn. Dan gaan we nooit iets halen. Oké, Was ik wel gewend in het spel. Nee, dan moeten we gewoon langs Sjoerd gaan. Maar hier kunnen we niet langs, hè? Want het is met de lift. We hebben een opperboot nu. Ja. Hij schrijft, de race op dit eiland won de familie kunnen we eromheen, Visser. Denk je? Een oud kunnen we wel een andere boot doen? Hier hebben we. Denk je dat het er dan ook echt in blijft zitten, het water? Ja, Peter, natuurlijk. Andere kleine boot, een kleine boot. Een kleine boot. Oké. Niet zo zwaar. Misschien niet zo'n kiel ook, want met die kiel dan schraap je zo dat. Dan kun je niet. Zo'n middelmatige boot ja, ook. Middelmatige boot. Zou moeten kunnen toch? Dat is prima. Een kleine tip. Als je het type van je boot niet wilt op wijzigen... Kiel, niet zo op een kiel, dan kunnen we nooit door dat ontdiepen. Een kleine kiel. Nee, ik bedoel die kiel, die eronder de kiel. De middelboot dus. Oké. Saai ding hoor, maar... Ik weet niet of ik deze zou doen, maar die hadden net zo'n hele lage kiel. Peter, deze wil je en dan krijg je hem toch, of niet? Ik weet niet of ik deze wilde. Wat? En ga... Oh, mijn god, troep er weer op. Tja, het is zo irritant gewoon. Gast, laat mij maar gewoon mijn eigen troep doen. Wil je samen een boot bouwen? Uiteindelijk zitten we in ons eentje en zit hij alleen maar te bemoeien met onze boot. En hij ruimt ook gewoon echt een klein beetje op ook. Alleen wat wij erop hebben, ruimt hij op. Voor de rest ruimt hij niks op. Laat helemaal troep liggen nog. Oh jee, die race kunnen we gebruiken. Mooi tankie. Nee, heb je ook nog een stuur? Had je, of heb je hier nog een stuurtje? Weet ik niet. Die oppertank, dat weet je niet. Die zeemansverhalen. Ja, echt ben niet geïnteresseerd in zeemansverhalen nu, gast. Doe maar lekker eens aan het varen zijn. Dan hoor je hem niet. Ja, dan is hij stil. Over zijn maag. Ik heb zo'n honger. Nu begin ik een beetje honger te krijgen. Waar ligt dat ding dan? Ja, ja hier zie je. Oké, hehe. En nu gaan we, jongens. Hey. Nu gaan we. Hoppakee. Boom, erop. Boom. Hey, dankjewel, Dr. Joke. Een nieuw suppie. Broodje Beenham, dankjewel. De Sharpie. Floris, ook een nieuw suppie. En Lars, dankjewel. En hoe hard dit ding gaat. Iedereen die ik gemist heb. Dank jullie wel, jongens. De ketenklappen. Nee, de bootkapseis. Wat? Brrr, wat is het koud in het water. Geen kiel. Ik hoop dat er wind is en we hebben geen kiel, dan kiepen dat de hele bak. Goede kiel, betere kiel erop. Ja, we hebben echt nu geen kiel, nul kiel. We gaan een grote kiel gewoon erop. Nee, maar het gaat daarover... Dat boeit toch in een klote bij dit spel, joh. Het gaat alleen van grote boot, kleine boot. Die kiel denk je niet die zandbank en zegt het is ondiep. Dan kunnen we het er niet met zo'n opperkiel. Met deze kiel. Dit is een prima kiel. Dit is een prima kiel en middelkiel. Daar ga ik niet eens over klagen. Oké. Is eerlijk gezegd de mooiste kiel die ik ooit heb gezien. Ja, mooi kiel. Nou, dan met deze kiel. Denk je dat mensen met agressieproblemen vroeger gewoon miel gespeeld hebben? Natuurlijk niet, het kan niet. Het is wel echt een snelheid hoor. Hier, pak wat snelheid mee. Zo! Vergeet niet om dokter Beenbreuk's tas naar Birgit te brengen. Hij kan hem nodig hebben. Birgit? Ja, die gaat er toch weer te plompen gooien straks als we even omdraaien. Ze kunnen net zo goed zelf houden, die troep. Op zijn minst even kijken wat erin zit. Ja. Denk je dat dokter Beenbreuk een dokter is geworden om zijn achternaam? Of omdat hij echt een passie had voor dokter zijn? Hier, ik heb gehoord dat hij van een soort voetballer was. Dat hij zoveel beenbreuk heeft veroorzaakt. Dat is hier een dokter Beenbreuk genoemd. Oh, het is niet eens echt een naam. Een bijnaam, ja. Kijk uit! Er ligt een ondiepte in de weg. Met een grote kiel. Het ligt echt niet aan de kiel. De kiel is te groot. Dit ligt niet aan jawel, de kiel. Jawel, de kiel is te groot. Ik denk echt dat het aan de kiel ligt. Ik of naar Birgit, of we zitten te diep in het water. Maar dat lijkt me niet, want we hebben maar één tank. En die moet daarheen. Of die kiel. Die is te diep.
Die kiel is te groot. We gaan een andere kiel nog proberen, maar ik denk dat we gewoon een kleine boom moeten hebben eigenlijk. Maar daar past de tank niet op. Kijk wat hier een lekker paplapje heeft, hoor. Kijk. Oh, een lekker taartje. Zou deze niet van Pia zwembad kunnen zijn, nee, dat denk andere je? Ding. Nou, natuurlijk. Die zal ik aan Pia geven. Oké, okay, dat hoef ik niet, maar dank je. Oh, sorry, animatie! Dat was ziek! Ja, daar kan ik voor zorgen. Ik moest je van de dokter deze pillen tegen zeeziekte geven. Wat hebben we daar nou? We zijn echt al 4 dagen... Ik krijg dan minder snel honger, ook die gast. Heb je tijd voor een kopje koffie? Nee. Ja, dankjewel. Oh. Tegen een goede kop koffie zeg ik geen nee. Zo'n ranzig. En een beetje ASMR. Oké, okay, één kleine kiel nog. Ranzig en een beetje ontspannen. Hey! Ja, wel een flinke kiel, dus het grote, deze kiel. Dit is een kleine kiel. Deze steekt niet uit. Hey. Ja, dankjewel, namen waar. En Twins is ook weer een nieuwe, hoor. Een nieuwe suppie. Heel veel nieuwe suppies, dankjewel allemaal. Maar als ze die allerkleinste kiel hebben, dan kapseizen wel. Is het kapseizen? Kapseizen. Die gaat alsnog niet halen. Ja, laat het lekker liggen, joh. Dit is gewoon niet normaal meer. We gaan ook gewoon langs en ik denk, ja, stik lekker in. Zo. Kijk eens aan. Die hebben we net daar drijft de zwemband van Pia. Misschien zijn ze niet die allemaal van Pia, wat denk je daarvan? Misschien zijn het soms gewoon zwembanden. Incasseert ze gewoon wel allemaal. Maar je moet je voorstellen, die Birgit die probeert een bedrijf te runnen. Er komt elke keer een volwassen geep binnen. En ik heb weer een voetbal uit het riet gevonden. Die is toch van Messi, of niet? Kun je maar Messi geven? Dat slaat gewoon nergens op. Maar die vrouw accepteert ze allemaal. Ja, maar wat moet je dan? Je zegt van, die is niet van mij. Stop, alsjeblieft. Breng hem dan zelf. Kijk uit. Nee. Er ligt een ondiepte in de een kleine kutboot. Moet een pas die tank daar. Als die tank erop past, oké. Okay, maar anders kan het niet. Dan moet een kleine kutboot. Die tank gaat hij niet oppassen. Doe een kleine kutboot. Een kleine tip. Er gaat zijn een kleine kutboot. Gaat hij zeggen dat zul je al de... Leuk ding. Dat is taal, hoor. Dat is een leuk ding. Oké, Die heeft hij opgeruimd. Ja, die heeft hij opgeruimd. Vind ik handig. Volgende keer zo'n boot moeten wisselen, moet hij er eerst afhalen, anders gaat hij wild. Dan gaat hij het allemaal opruimen. Een tank, ja. Die gaat niet passen, dat kan ik nu alvast vertellen. Die gaat simpelweg niet passen. Nee, en dat, dus dan kan het niet. Dan moeten we gewoon met een omweg. Ik weet niet waarom we dat niet geprobeerd hadden eerst. Ja, ik moet de motor ook... Ja, dat gaat niet passen. Oh, dat past helemaal prima, maar dan moet dit je peddels. Dit onderdeel past denk nu je? Helaas... Nu ja, dit ding ziet er nog niet echt goed uit. Dan moet je peddels, dan moet je peddels. Nu ja, dit ding ziet er nog niet echt goed uit. Nu is echt een extreem irritante kerel. Ik hoop dat iemand hem een map geeft. Nou, dat vind ik ook weer niet. Dat die iemand hem... Dat iemand hem een map geeft, omdat hij is een irritante kerel, maar je gaat hem niet slaan uit. Het zou ook niet heel onterecht zijn een kerel. Hij is gewoon een nare gast. Is ja, maar dat ziet hij toch niet aankomen, dat is het gewoon gemeen. Je kan ook gewoon zeggen, ja, Miel, ik ga even een map geven, dan ziet hij hem aankomen ook gewoon. Kijk er nou. Hop! Hey! Hop! Als we er nu niet overheen komen, dit moeten we een kwartier nu aanhoren en straks kunnen we niet over die bank heen. Hey! Hop! Mensen zijn niet blij met de kiel, hoor. Dat is een mooie kiel. Heb je weer een grote kiel gedaan? Je hebt zelf gezien dat kun je zeggen dat het een mooie kiel was. Ja, soms loopt het uit de hand met jouw kiel, heb ik ook wel. Maar je zegt ja, je zei dat hij goed was en niet ga je terugdraaien in de tijd. En zegt van, heb je hem in de chat weer niet, hoef ik hem ook niet meer goed. Hop. Hop. De chat is ook al een beetje zielig, hoor. Het zijn allemaal volwassen mensen waarschijnlijk. Ja, volwassen mannen. Hop. Serieus hoofd ook. Ze lachen ook niet achter een computer. Ja, dat doe je niet. Met een heel serieus hoofd zitten jullie nu dit te typen. En drukken jullie enter en dan kijken jullie naar hoe jullie berichtje omhoog springt. Ja, dan ga je naar je eigen bericht kijken en dan ga je het nog een keer typen. Maar misschien was het toch wel erg leuk. Misschien is het de volgende keer nog leuker. Oh, double go. Oh, dit duurt zo lang. Zijn maag houdt het nooit vol. En dan een kort visie op nog. Hij begint ook altijd van de achterkant te knabbelen. Ja, begin bij de... Zo! Dat is een flinke hap. Ja, dat gaan we niet halen. Die gaan we simpelweg niet halen. Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we dat oplossen? Dat gaat niet. Dit is niet die Algeiland. We zijn ook gewoon niet die Algeiland. We volgen ook gewoon één iemand die in de chat het zei. We gaan gewoon Jans, werd jij boos op mij weer? Ik ben nog nooit boos. Ik heb nog nooit mijn stem verheft. En dat vind ik heel erg kwalijk dat je me dit zegt.
Hey, en wat moeten we nu dan doen? Hey, ja, eromheen, dat heb ik ook gezegd, maar dat negeerde je de hele tijd. Ja, zie je, dan krijgen we dit weer. Hey, oké, dan gaan we die oppersnelle bal. Ik lul me er altijd hard. Hoef je niet druk over. Nee, maar dat komt ergens anders uit, komt dat volgens mij. Ik kan even kijken nu. Hier, dan gaat misschien kunnen we links daar, toch? Zo, okay, maar gaan we straks doen. Dan gaan we dat straks doen. Een snelboot zonder kiel, maar toen kapseist ze wel. Zou het gewoon een toeval zijn? Nee, maar dat gaat niet. Dat gaat, we gaan niet weer proberen. Dat is gewoon die mediumboot, die kan er gewoon niet overheen. Kokersmand, dankjewel joh. Dit gaan we niet halen. Hij is zoveel honger heeft hier. Nick ook bedankt. Iedereen bedankt hoor. Sorry als we je missen. De zeelucht maakt hongerig. Ja, tijd om terug te keren en iets in onze eigen rond. Maar niet uit, maar niet uit, ik heb honger. Ja, lekkere smikkelen, Oh, je hebt wel een flinke kiel, ja, moet ik zelf zeggen. Ja, als een grote kiel hadden we toch niet gehaald. Ja, maar we hadden het misschien kunnen halen. Die middelboot, geen kiel. Als je of wat is ons plan? We gaan het niet proberen. We gaan omheen, wat je net... Okay. Je zegt het net, gast. Maar die kiel. Opkutten nu opeten. Hop. Toen was nog weer pakken. Hop. Aankondiging. Geheim gamerheer project. Donkey. Listen. Binnenkort. Het zal me niks verbazen. Ja, het zal me echt niks verbazen. Dat hij gewoon allemaal screenshots heeft gemaakt en die gewoon als een animatie achter elkaar zet. Ja. Hij kopieert, plakt het gewoon. Ja. Een ranzig figuur is het. Ik had ook gezien dat hij live ging terwijl wij live waren. Ja, ik heb gewoon... toevallig. Oh, wij gaan live streamen, dan gaat hij het ook doen. Dat vind ik heel opmerkelijk. Hey, hop, Robert, en toevallig. Om de blauwe golven. Oké, okay, dan stuurt je nog. En dan hebben we het echt nergens meer over. Dan gaan we echt. Toestellen en apparaat. Mis ik er nog iets? Ik dacht dat het lekker ging, maar het is... Nee, we zijn echt lekker bezig wel, hoor. Okay, jij weet het zeker, dan vertrouw ik je maar. We zijn echt lekker bezig. Nu gaan we jouw route doen. Jij zegt, boem, we gaan er omheen. En dan kunnen we met z'n allen nu, dat zeg je geven. Alleen zodat ik de schuld kan krijgen. Ja. Maar je zei dat we lekker bezig waren. Ja, tot en nu gaan we dat van jou doen. En dan kunnen we jou de schuld geven. Was het lekker bezig als we 4 keer hetzelfde ding langs waren geweest. En het allemaal niet lukte. Peter, is jouw schuld dan. De storm is weg. Je kunt met je kleine kiel. Ja, maar anus. Hier kunnen we niet links, Peter. Hoe bedoel je? Hier kunnen we niet links. Oh, het gaat naar de open zee. Hop! Maar waarom laat hij niet meer van de map zien dan? Je moet een kleine boot hebben. Dan past die gigatank niet op. Omhoog, hè, ja. Dat kan niet. Oh, dat kan niet, zegt hij. Oh, dat kan niet. Ja, dat vaart, hoor. Verder dan dit kunnen we maar... Maar ja, we gaan dit... Naar de mist. Daar ginds is de kompas zit er niet op. En die is te groot voor ons. Misschien een andere keer. Kan die gozer die niet gewoon in zijn broekzak houden? Nee, dat is echt zo'n machine. Maar nu kunnen we wel heel easy bij die mist komen. Dit is wel goed. Is het goed? Ja, dit is goed. Oké, ik vertrouw je maar. Je hebt hier een kompas voor nodig. Het kompas wijst de weg in de mist. Ja, dit is goed. Jongens, we hebben een doel. Kompas erop en we zijn binnen, baby. Ik wou dat het doel het spel afsluiten was. Peter, hierna misschien. Maar als we dan weer een nieuw doel hebben, dan gaan we weer verder, baby. Kijk, kompas dit erop. Dit onderdeel past nu helaas nergens. Klopt de tank eraf dan. Die hebben we toch niet nodig. Ja. Waar gingen we ook weer heen? Oh, je algeiland. Mist. Hebben we 100% zeker alle eilanden gecheckt of het geen algeiland is? Ja. Denk je echt dat het naar de andere kant van de map moet ook? Peter, vertrouw dit. Vertrouw dit nou maar. Radiooproep. De regionale zender van de Noordzee. De golven, joh. Is die boven? Hallo, alle scheepvaarders. Dit is de gast weer? Weersvoorspelling. Ach, heb je nou weer laten vallen? Ik heb een ziel in het water. Jammer, wat moet ik nu doen? Zeg, Mier, kan jij mijn gsm niet opvissen? Ik heb een beetje haast. Kan dat, Miel? Die bedelen. Spijtig. Als ik duikersgerij bij me had, dan zou ik naar de bodem afgedaald zijn... en die telefoon in een oogwenk opgehaald hebben. Ik vind het echt alleen maar genieten, hè, die van.
Waar springt hij ook vandaan? Ging je echt helemaal op zijn boot staan om spijtig te zeggen en dan weer terug op zijn eigen boot springen? Waar is het nou dat mist aangekookt? Kijk even op je map, gast. Er staat geen mist op de map. What the fuck is dit? Oh, dit is... Vogeleiland? Even gluren. Wat is dit, Timon? Hier ga ik in. Wil je niet naar die huisjes op Vogeleiland? Ja, ik kon niks doen. Weet je dat? Ja, ik probeerde het namelijk. Naar boven, toch? Weer naar boven? Ja, ja, ja. Ben je wel echt precies alle kanten waar ik niet heen wil? Je weet wie je nou aan, je gast. We zijn nu naast het koppie. Oké, hij zegt naar rechts, zegt hij. Ja, mist. Mist. Een hele andere mist, volgens mij. Het kompas wijst de weg in de mist. Ja, dat hebben we toch, een kompas? Wat een geluk dat we een kompas hebben. Dat ik wat heb een gelul. De koers naar Sven Schipper ingesteld. Nu hoef je alleen maar de boot zo te sturen dat de bewegende pijl in dezelfde richting wijst als de getekende pijl onderaan. Dan komen onderaan. We er wel. Er is geen pijl onderaan. Welke? Wat zit hij nou slap te lullen? Ik denk dat die witte pijl en die gele pijl gelijk moeten zijn. Denk je niet? Hoe gaat dat? Ze blijven altijd aan elkaar gelijk. Nee maar, nu is Rivka zeeziek. Er zit niets anders... Zeeziek! Zeeziek! We hebben pilletjes gekregen, gast! Je ging drie rondjes zoals die hond, zeeziek! Ja, maar zeeziek. En ik wist nog niet wat ik moest doen. Helemaal kloten. Ik weet het niet meer. Ik wil gewoon die tank. Ga eens even één keer naar je map. Eén keer naar je map, alsjeblieft. Oké, Peter, geef jou de muis hier. Ga jij even kijken. Ga jij even kijken. Hier is de map. Ga jij even kijken naar die Algeneiland. Als ik nu Algeneiland vind, dan ga ik zeggen Timon. Ja, dan moet je dat doen. En dan zeg jij, sorry mijn heer. Sorry mijn heer. Misschien meer rechts van, de, van die eilandjes. Hier hebben we Vitamine-eiland. Daar heeft Vicky Vitamine. Je gaat er niet denken dat je zo ver moet. Dan... Hier hebben we een leuk plaatsje. Het is gewoon een leuk de plaatsje. De pekelharingfabriek. Heb lang geleden, in de oertijd, zette hier op het doodshoofdeiland... Rechts onderin, zegt iemand. Rechts onderin, maar die staat er nog hier, niet. Midden in de klippen in vroeger tijden was het hier, op het smokkeleiland, dat Smokkeleiland. Maar de maan mocht niet schijnen wanneer ze bij het kerkeiland. Is dat ik denk? Daar, hier woont die schrijver. Rechtsonder. Sirgits Bakkerij. Ze bakt lekker. Ja, we moeten nog een stukje Birgit kaart hebben, dat is het ding. Het gaat zichzelf niet onthullen als een echt spel. Je moet gewoon nog een plakje kaart hebben bij iemand vandaan. Rechtsonder gaan we naartoe, met de tang. Peter, alles of niks is dit. Alles of niks. Maar iemand anders zit linksboven, dus het is echt alles linksboven of niks. Linksboven is bullshit, Peter. We moeten gewoon zonder kiel. Zonder kiel. Dat kan niet, gast. Hell. Hoe moet die dom kiel. Ga jij? Ik ga ik doen. Ga straks zonder. Ik ga straks zonder kiel en dan ga ik, joh. En dan ga ik in mijn eentje. Sta jij van lul dan, gast? Wat nee, sta jij van lul? Zeker niet. Ik ga kilo's in alles. Moet je doen. Dan moet je echt proberen. Oh, ik ga het proberen. En het gaat me lukken. Je gaat van lul staan, gast. Nee. Nu begint het slecht te gaan. Oh, pas op hoor, gaat keep goed. Het om, keep it on. Gaat gewoon goed. Tanken. Ja, daar hebben we een benzinepomp. Oh, jeetje. Ja, jeetje gast. Leer sturen. Ga rechtsonder. Oei. Ik zou denken, je ziet ze aankomen als er niks op zee is, maar... Dit is Algeneiland. Is het niet gewoon Zeehondeiland? Ja, dit is Algeneiland. Dit is al, hier moet water heen. Wat dan? Het ziet niet uit als er iets groeit. Kijk. De zee is veel te ruw voor Rivka. Zo dadelijk wordt ze nog ziek. Neem die kuthond dan niet mee als ze elke keer ziek gaat worden. Ja, of niet tegen... Zij kan een klote beest, joh. We gaan de kiel eraf halen van jou. Pomp de kiel eraf. En ja, de kiel gaan we eraf. Geen kiel. Nooit een kiel. Misschien een kleine boot, maar daar past die niet op, toch? Wat? Past die tank op die kleine boot? Tuurlijk. Niet op die kleine boot. Dat kan niet. Oké, dit is jouw idee. Dit is niet mijn idee. Jongens, dit is niet mijn idee. Maar luister goed naar het radiostation. Als het te wild is, de wind, dan moet je oppassen. Dan gaan we... Je hoeft gewoon dat even wachten. Er is helemaal geen wind, joh. Ken naar linksonder. Er is helemaal geen wind. Dan moet je snel zijn. En dan moet je rap zijn. En wat een speedboot. Ik ga wel hard, joh. Wat een bak. Die hond zit er met kokhalzen waarschijnlijk nu. Oei.
Als hij nog op boord, aan boord zit nu, ja. Met zo'n klap. Hopelijk is hij eraf geklote beest. Meneer vanaf ook. Dat is de zee op. Oké, we zijn er bijna. Ja. Zo dom dit. Hier woont een schrijver. Hij heet Sam Scribbler. Kijk wat hier is. Die Algeiland. Ah, oké. Okay. Kilo's het wel, gaat er makkelijker. Dit is een eikeltje. Ga naar boven, baby. We gaan naar boven. Hier is een... Hey, is het een... Nee. Het is geen eiland, het is een eiland. Het is eiland. Volledig één stuk land aan elkaar, is het allemaal. Maar dan kun je hier toch niks doen, gast? Je moet hier uitkomen, daarachter. Daar is Kiel Eiland. Het gaat gewoon een rondje. Dit is een eilandje. Zijn we nou... Is het ons gelukt? En zijn we echt genaaid door niks. De chat? Het is genaaid door de chat. Is Kiel Eiland. Oh, kut. Het is helemaal kut. Nee, maar nu ga je gewoon een rondje van de snaak. Wat doe je? Kijk wat dit is, joh. Nou. Gedaan met wop. Hey. Wop. Gedaan met de wop. Hey. Wop. Deze gast wil tegen ons praten. Hey. Wop. Ik betwijfel het echt. Wop. Hoe traag gaat hij op dit keer? Wop. Ja, dit slaat gewoon echt helemaal nergens op, hè. Er is niet eens wind. Wop. Maar je ziet dat boot ook heen en weer gaan. Kijk nu eens. Hier ligt het chalet van Fabian Felting. Ja. Het was niet gemakkelijk om tot hier te komen, maar we zijn er geraakt. Dit is goed, zo, dit was heel makkelijk. Dit was echt naast zijn huis. Dit kan Algeiland toch niet zo ver zijn als alles de hele tijd naast zijn huis is. Van Felting is. Steel het maar van iemands deurmat af. Ja joh, gewoon gaan. Hé, een pakketje post van iemand anders. Dat kan ik wel meenemen. Daar gaan we. Oh, dat is heerlijk. Men wil met Miel spreken. Men wil met Miel spreken. Het is echt gewoon een radio voor iedereen bedoeld. Ja, hij snapt nu de radio. Hallo, alle bootliefhebbers. Ja, ik begrijp dat jullie ginds in jullie kajuiten zitten te wachten op een zuchtje wind. Wel, dan zal ik het jullie vertellen. Spoedig verwachten wij een bries vanuit het zuidoosten. Maar de wind is maar zwak. Hier woont een schrijver. Hij heet Sam Scribbler. Scribbler. Ja, kom op. Hopelijk is hij er blij mee. Sam, geeft hij kijk iets. Wat ik verder stroomopwaarts gevonden heb. Het is echt dat we zijn vriend ik willen zijn. Hij heeft geen respect voor ons schrijven. Hij werd bijna boos toen we het niet hadden. Ja. En toch langskwamen. Boeit hem niet. Dat zie ik directly dat het dat is. Fantastisch. Nu heb ik Engels te praten. Ah, fantastisch. Miel, kom mee naar binnen, dan zal ik je nog wat meer vertellen. Alsof Miel hem gaat verbeteren. Echt ongelooflijk. Fantastisch. Weet je wat mijn grootvader nog meer zei? Ja, dat Felting een droom had. En dat was om tot aan het Wolfeiland en de Wrackbaai te geraken en daar zijn diepzeeduikersbasis op te richten. Daar zou hij tot in de diepste diepte kunnen afdalen. Hij geloofde dat er iets speciaals was in de omgeving van het Wolfeiland. Ja, ja, maar... Je moet misschien verder varen. Ja, dat moet ik wel. Wat? Tot hoors. Dank u. Dit is echt zo spannend. Wauw! De Swiss! Swiss mail! De Swiss! Die ging suppies aan iedereen nog in suppie was, joh. Wat hebben we nou aan? Hebben we iets gekregen? Nee, niks. We hebben niks. We krijgen wel iets van Sweezy, waar we niks voor doen. Maar die gozer waar we een kwartier voor zijn aan het zoeken, daar krijgen we niks van. Niks van. Moet gewoon gaan. Hij stuurt ons gewoon weer weg. Ik ben dan voor mijn boek. Ik peace out, gast. Wegwezen hier uit mijn huis, AI. We zijn genaaid. We zijn gewoon genaaid. Mensen zeggen dat hij rechts van het, dat eilandenstuk was nog steeds. Rechtsonder. Wat, we kunnen de laatste kans geven. Vergeet niet om dokter Beenbrug maar waren we heen geweest, naar binnen te brengen. Dat is wel waar, joh. We gaan precies heen. Ze zagen wel die vogels, maar we waren wel een beetje omhoog gegaan, toch? We gaan het gewoon weer proberen. Maar wel een kieltje eronder, dus gaan we een kapseis op zee. Nee, we hebben echt een kieltje eronder. Ja, dat is een mooi ding ook. Oh, gaat het regenen of zo? De achtergrond verandert dat echt mee, de achtergrond? Dit is een mooi kiel, man. Dit vind ik een mooi ding, hoor. Here you go. Krijg je niet zomaar omver. Dat is mooi, dat kieltje.
Kijk, is het nou regen? Ja, verandert het weer echt? Ja, het is gewoon, gebeurt gewoon echt. Kijk nou hoe ziek dit spel is dan. Is dat heel mooi. Het klopt gewoon voor geen meter, maar ja, het is wel mooi. Ja, het is heel ziek. En de boterham? We kunnen de boterham meenemen en de pillen. Anders gaat die hond in de stad daar straks een kok als, want we waren net in de mist. Toen waren we bijna verder en toen ging die hond... Hoppatee. Gaat wel lekker snel hoor. Ik ga tanken. Ik heb pilseilanden, dus hier moeten we heen. Dat zeggen ze ja, maar... Pilseiland. Moet je eerst even die zeehonden opzoeken en dan daar naar beneden gaan. Naar beneden opzoeken. Naar beneden kan het toch niet? Ja, oké, maar dat je niet rechts, rechtsboven gaat. Maar dat je echt achter de zeehonden... Hier moeten we de motor uitzetten. Ja, dat even niet, gast. Het geluid verjaagt de zeehonden. Het boeit me echt helemaal niks. Ik heb niks met die klote beesten te gaan. Ja. En naar rechts. Nee. En naar rechts. Het is een eiland. Kijk, ga je even Tim. De radio roept. Stond met het weer, joh. De zender van de Noordzee. Die zijn we net ook. Je had gelijk. Hallo alles. Maar waarom ging het toen neer? Omdat de hond ziek werd of zo? Ja, de hond begon te janken. Ja, maar daarboven lijkt het wel echt alsof je iets kan doen, toch? Je gaat geen water geven hier. Maar kon je daar niet in? Wil je hierin proberen? Wat de wind betreft, die wordt zo gemiddeld sterk niet te vinden. Ja, oké. Okay. Is wel iets. Kijk, de wrakbaai. Na al die stormen, ondiepten en zware golven, hier is het. De wrakbaai. Is het slim om hier aan te varen, Miel? Kan je hier nu naar de bodem duiken. Ik heb er lang naar verlangd om naar beneden in de diepte te gaan. Maar zonder een volledig duikerspak gaat dat niet. Zegt hij in zijn eentje ook allemaal, hè? Voor de wrakbaai. Ah, hier kan ik heerlijk duiken. Ik kan niet duiken. Daar ginds is de grote echt zin om te duiken, maar ik kan niet duiken. Is te groot voor ons. Misschien een andere keer. Nee, ik denk dat dit het moet zijn, dan. Boot. Rechtsboven zijn we niet geweest. Ik denk echt dat het zo ver is uit punt. Ja, dat is goed. Nee, we gaan hier niks zien. Tijd om terug naar huis te varen. Rivka voelt zich niet goed. Die klote. Maar hij heeft helemaal nergens last van gehad, dat beest. Ja, tot nu. Tot nu. Nu we echt de wereld aan het verkennen zijn. Ja, ik weet het niet meer. Ik weet echt niet meer wat we moeten doen. Ik weet het gewoon echt. Ik weet niet hoe een kind dit ooit kan uitspelen ook. Wij zijn twee volwassen mannen en we hebben het heel moeilijk gewoon. Nou, we zijn wel lekker bezig, moet ik zeggen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Wil je niet nog één keer de mist in? Nou, ik heb geen zin meer, maar jij mag het proberen. Wil je echt de mist in? Maar ik snapte de mist niet. Je moet die pijl op een pijl zetten. Moet je wel van dat ding erin knallen. Dus het ligt daar. Kun je gewoon pakken dat dingetje, de kompas. Even kijken waar mijn muis is. Hoor. Even kijken, deze. Ja, allemaal maar. Hiermee kun je nu niet stoppen. Muurmonteur spelen nu. En dan zie ik jou aan de knoppen en denk van gas. Het doet pijn aan je mielhart, hè? Ja, tuurlijk. Als je hem van miel houdt, dan kan je dat niet laten gebeuren. Oké, we gaan weer. Maar we hebben nu niks naar de mee. Mist. Jawel, we hebben het mee. Kijk, jij met jouw trage mielhart, die ziet dat niet eens. Neem de pillen mee, zeggen mensen. Neem alsjeblieft die pillen mee. Want waar, welke pillen? Die zitten toch automatisch? Hey. Dat dacht ik ook hoor, dat je pillen in je broekzak zo, maar hij doet ze tussen het schroot, legt hij ze. Nu ja, dit ding ziet er nog niet. Pillen en we hebben nog wat gekregen, toch? Ja, dit ding. We hebben pillen die horen hier te liggen dan. Die pillen heb je gewoon automatisch mee. Waarom is die hond dan de hele tijd aan het kotsen? Hey, you very die pillen heb je automatisch mee hoor, die horen daar echt te liggen dan. Potje pillen tussen de rommel. Nee, staat is ook heel dom. We gaan naar die chat letten. Nu ja, dit ding ziet er nog niet echt goed uit. Nee, ze laat pillen. Die hond anders gewoon thuis. Ja, maar hij kan niet zonder. Oh, daar liep je echt in, joh. Dat vind ik ook goed. Hey! Bartman. Ah, die bubble Bartman. En ik zie dat Greggio is ook een nieuwe suppie. Waterhond is erbij en die Siebel. Die nieuwe suppies, jongens. Dank jullie wel. Gast nou mee doen. Knikje naar hem. Ik denk misschien heeft hij een duikpak opgehaald. Ja, want we gaan zonder reden langzaam. Dit is de laatste poging, Tim. En dan geef ik het gewoon weer op. Dan is mijn
weet ik voor hoeveel jaren nog steeds niet gelukt om Mielmonteur uit te spelen. Het is gewoon een pittig spel. Dit kunnen we maar beter niet vaak. Nee, maar nu is Rivka zeeziek. Hey. Rivka stikken lekker in, joh. Echt waar. Ongelooflijk. Maar als je na 4 keer of 10 minuten op zee nog steeds een zieke hond meeneemt, dan ben jij de zieke hond, denk ik dan. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Dames en heren, dit was het voor dit streampje, maar vergeet niet. Over 1,5 uurtje zijn we weer terug. Ja, om 12 uur komt Nintendo met een live presentatie. En daar zijn we bij met live commentaar. Dat was hem, jongens. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ontzettend bedankt voor de steun. Iedereen die we gemist hebben, we waarderen het enorm. En wat de fuck is dit nou? Er is muziekje erbij, joh. 3 jaar lang is hij gesubt. Die malsamal man. Dus over 1 uurtje zijn we ongeveer weer terug. Pak je rust. Wie kan er zeilen niet huilen zonder wind? En tot straks allemaal. Wie kan er allemaal roeien zonder roeispanen? Maar jij en ik, wij kunnen boten bouwen. Zegt jij? Jij? Thank you.